Als het goed is, zien jullie dat nu ook, dat de opname is gestart. Dus bij deze, welkom en we zijn begonnen. Nachtdiensten en het gevolg op onze darmen en microbioom. Daarnet eigenlijk al een gesprekje met een van jullie, hè, die echt te maken heeft met dus inderdaad als stewardess leven en dus inderdaad een nachtdienst moeten draaien. Dus dat is wel super interessant. Nachtdiensten zijn er natuurlijk in vele vormen. En er zijn echt meer dan 1 miljoen mensen die in nachtdiensten werken in Nederland. Dus dat is best wel een grote groep. Ja, daar kwam ik zelf eigenlijk ook steeds meer en meer achter door opdrachten die ik doe. En mega interessant, omdat het natuurlijk ontzettend aansluit bij de visus. Dus zoals jullie het ook leren, dat er echt gewoon iets uit balans is waar jullie wat mee kunnen vanuit het visusaspect. Wat gaan we in ieder geval een beetje doornemen? Het circadian rhythm, circadiaans ritme, biologische klok. Hè, dat heeft allemaal verschillende namen, maar wat heeft het voor gevolgen voor nu? Dus waar komen we vandaan? De evolutie. De visus dus die uit balans is. En welk advies hebben we daarop bij het herstel in die nachtdiensten die we dan draaien? Want ja, dat is eigenlijk hetgene waar we mee te maken hebben. En de jaaropleiding zal ook in een iets ander jasje gegoten worden. Zoals we het net inderdaad ook al hadden besproken. Inderdaad, ik ben ook reislustig. En vandaar. Nou, ik ben voor degenen die mij nog niet kennen. Ik ben Chantal Verwest. Jullie hebben het natuurlijk ook al gezien in de mailing en vooraf. Maar ik ben meer dan alleen Chantal. Dat ben ik. Maar wat doe ik als werk? Ik ben diëtiste, dat is eigenlijk mijn basis. En vervolgens ben ik ortomoleculair therapeut geworden. En nu met een hele mond vol integraal ortomoleculair natuurdiëtiste. Nou, het komt er gewoon op neer dat we even iets verder kijken dan de schijf van 5. En dat we echt gewoon de diepte ingaan op ortomoleculair niveau. Dus meer op celniveau. Een aantal van jullie zijn dus inderdaad ook ortomoleculair therapeut. Dus heel goed dat jullie er ook bij aanwezig zijn. Leuk, want een beetje sparren hierover is altijd goed, denk ik. Nou, mijn specialisatie is darmmicrobioom. Dat vind ik echt fantastisch interessant. Hart- en vaatproblematieken, diabetes type 2. Dat is ook, nou ja, goed, vanuit mijn opleiding ook al iets wat ik heb meegekregen. Alleen vanuit een hele andere hoek, waar ik het toen niet mee eens was. En dacht, ja, het kan anders. Dus wat ik nu voornamelijk doe, is toch echt iets anders wat ik heb geleerd op de opleiding. En darm en microbioom heb ik echt totaal niet gekregen op de opleiding. En dat schijnt nu nog steeds niet echt heel erg aanwezig te zijn. Dat weet ik vanuit mijn stagiaires die ik op dit moment heb. En de afgelopen jaren heb gehad. Dus dat gaat nog zo ontzettend langzaam. En dat is echt heel jammer. Maar goed, we komen er wel. Ook in de opleiding. Dus het hele integrale stukje, dus alles vanuit een holistisch aspect bekijken, dat is dus eigenlijk visus zoals jullie het ook leren. Ik ben dus ook bij Timo terechtgekomen vanuit die hoek, vanuit training, vanuit voeding. En dat samenkomend is uiteindelijk ook basis geworden. Dus dat idee, dat concept van Visus Academy is basis geworden. En basis is mijn eigen bedrijf samen met mijn vriend. En basis staat voor beweging, ademhaling, stress, immuunsysteem en slaap. Nou, eigenlijk hetzelfde concept. Maar past ontzettend goed ook weer bij wat wij doen. En we hebben voornamelijk nu de richting voeding gekozen. En dat zal je ook zien op onze pagina, dat het voedingsstuk nu de hoofdrol heeft. En dat training er eigenlijk af is gegaan. Ook met een reden. Nou, Voeding Leeft, eventjes om het allemaal te doorlopen. Voeding Leeft is de organisatie waar ik voor werk, met diabetes type 2 onder andere. Super interessant, want we kijken dus naar het afbouwen van medicatie. En ik denk dat jullie dat ook wel eens hebben gehoord nu bij Timo in de opleiding. Dat het afbouwen van medicatie mogelijk is bij diabetes type 2. Mits je het goed doet en in samenwerking met. Want ik doe dit dus samen met verpleegkundigen, met coaches, met huisartsen. Binnen de organisatie van Voeding Leeft. Dus omkeren van mensen met diabetes type 2. Super interessant en hartstikke tof om te mogen doen. Nou, circadian. Dat is eigenlijk hetgene waar we vandaag het over hebben. Dat is een organisatie wereldwijd waar ik recent mee ben samen gaan werken. En circadian richt zich dus op de 24-uursklok.
Echt heel veel gave projecten doen ze over de wereld. En degene die in Nederland zit, waar ik nu mee samenwerk, heeft voornamelijk de focus op voeding. Nou, zo zijn wij samen gaan werken. Heel tof, gave samenwerking waar we nog heel veel uit gaan halen. En waar ik dus ook nu iedere keer bij andere organisaties terechtkom die in nachtshifts werken. En dat is dus deels ook de stewardessenwereld, maar ook gewoon de bedrijven. Recent is dat Canon bijvoorbeeld, dus dat is echt wat meer de mannenkant. Dus je ziet ook wel heel erg verschil in nachtdiensten. Je nou zusters hebt, stewardessen, of de mannen die gewoon de boterham met kaas eten. Er zit nog wel een verschil in. Even kijken hoor. Maar ik zag een vraag nog. Wie wil ze nog meer? Vliegend personeel. Nou, Anne. Vliegend personeel. Ja. Nou, mediveren is trouwens wat wij terug gaan zien in de darmonderzoeken. Daar werk ik ook mee. Maar goed, voor nu, circadian is eigenlijk wel even het belangrijkste. Omdat dat onderzoek nu loopt en aansluit op het circadiaans ritme. Nou, nog een stukje van mij. Digital Nomad. Ja, recent zijn wij sinds 3 maanden onze droom achterna gegaan. Het stond natuurlijk al wat langer in de stijgers. Maar we hebben er echt voor gekozen om alles weg te doen in Nederland. Ons huis, de praktijkruimte live. En ik werkte eigenlijk door corona, hè, dus door corona ook positieve dingen, werkte ik al voor 90% online. En dat is nu 100% geworden. Dus ik zit op dit moment in Zwitserland. En daar blijf ik tot het einde van het jaar. En daarna zullen we doorreizen naar Azië. En Azië zal Thailand worden, Indonesië. We gaan het zien. Dus als ik de opleiding ook geef, zal dat ergens op de wereld zijn. En dat gaat niet ten koste van de kwaliteit. Want dat kan en dat gaat perfect. Ik zal altijd zorgen dat ik wifi heb op een goede plek. En niet zomaar ergens in een boshutje. Hartstikke leuk, maar ook dat is natuurlijk niet handig. Dus ik heb echt ontzettend veel geleerd. Dus ik ben benieuwd, wie werkt er nog meer nu nog online? Want we hebben natuurlijk te maken met fysio's. En met orthomoleculaire therapeuten. Wie werkt er online? Nog steeds, na corona. Laat het weten in de chat. Want als fysio is dat wat lastiger. Ik ben benieuwd. Maar het is in ieder geval, Anne, dit is wat ik nu doe. Even daarop terugkomen. Ik zit in Zwitserland. Het is echt fantastisch. Ontzettend mooi land. Heel erg leuk. Heel erg leuk. En het geeft daar ga ik nog een keer een podcast denk ik over opnemen met Timo, wie weet. Maar dat geeft natuurlijk ook allemaal weer bepaalde gevoelens die erbij komen kijken. Hè? Dat je gewoon echt alles loslaat en deze keuze maakt. Maar goed, alles kan. Met die gedachte ben ik erin gegaan. Ben jij een vroege vogel of een nachtuil? Ik denk dat degene die daar al van Timo over hebben gehoord, hè, vanuit de opleiding, heeft hij het ook wel eens over, van dat er echt wel verschil in zit. Dus de ene die is wat makkelijker in de ochtend dan de ander. Ik ben echt wel een vroegere vogel. Dus ik sta liever vroeger op. En mijn vriend dan liever niet. Maar ja, het ritme is wel zo dat we op tijd naar bed gaan en vroeg eruit. En dat voelt ook gewoon wel heel erg fijn. Omdat dat weer te maken heeft met dag en nacht, licht en donker. Dus daar gaan we jullie zo, ga ik jullie zo nog in meenemen. Of je hangt er misschien ergens tussenin. Dat je denkt, ik kom de dag niet door. En dat komt misschien ook omdat de visus uit balans is. Nou, de biologische klok. Hè, dus eigenlijk de biologische klok, het circadiaans ritme, hoe we het ook noemen. Komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. En de evolutie. Waar komen we eigenlijk vandaan? Als we zien dat er zo'n ontzettende mismatch is met hoe we vroeger leefden en hoe de huidige leefsituatie is, hè, in de westerse wereld. Dat is echt enorm. Het 's avonds voor de televisie hangen, altijd nog heel veel eten. Zijn jullie waarschijnlijk nu al ver vandaan. Maar je zal vaker klanten krijgen die hier toch nog in zitten. Merk ik zelf ook. Dat je een bepaalde wereld creëert natuurlijk voor jezelf. En toen ik net begon als specialist, dat je denkt, oh ja, maar dit is toch normaal. Maar dan kom je toch echt heel veel mensen tegen
die nog op een andere manier leven. Hè? Dus heel erg het zittende leven hebben. En ook de verstoring van licht en donker, dat merk je heel erg op. Als ik bijvoorbeeld ga kamperen, nou, dan kom je ook weer een beetje meer in het ritme van licht en donker. Dus echt, je staat op met het licht en als het donker wordt, dan ga je naar bed of dan ga je je tent in. Nou, dat is natuurlijk ook nu met de stammen die dat nog zo doen. Er zijn er niet zo heel veel meer, maar die leven eigenlijk ook nog, hè, in dat echte licht en donker ritme. Zonder allerlei afleidingen van telefoons of schermpjes. Nou, dus er zit wel echt een enorm verschil in waardoor we zo verstoord raken. Het circadiaans ritme is eigenlijk gewoon een dag- en nachtritme. Een 24-uurs ritme. Dus wij kennen dat dan op ons horloge, op onze klok. Maar binnenin gaat er ook een klokje lopen. En dat is mega interessant natuurlijk, dat dat gewoon bestaat. Zonder dat we een horloge hoeven te dragen. Want dat hebben wij bedacht. Ja. Ieder organisme op aarde is in staat om zich aan te passen aan de rotatie van de planeet. Mensen en dieren beschikken over die klok. En ja... Zelfs planten hebben dat. Dus hier staat nu mens en dier. Maar zelfs planten hebben dus ook zo'n klokje. En dat is best wel bijzonder. We noemen dat de chronobiologie. Dus als we het daarover hebben, de mensen die dit onderzoeken... en dus de onderzoeken waar ik ook mee samenwerk... een chronobioloog, een luxe woord. Maar dat is waar je dan mee te maken hebt. Dus we lopen allemaal een beetje ongeveer hetzelfde... Maar net niet helemaal, daarom ook nachtuil, vroege vogel. Het kan zijn dat het net even een klein beetje anders loopt. Maar in de grote lijnen hebben we wel te maken met een licht en donker. En dat we toch, als we daarnaar gaan leven, hè, voor zover dat dan kan in deze westerse maatschappij, dat het beter is om in het licht en donker ritme te leven. En misschien dat dat net 5 minuten of een half uur afwijkt, dat kan natuurlijk, hè. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk een keertje onderzoek gedaan ernaar. En is er al eerder, 2017, is er echt een Nobelprijs uitgereikt voor het onderzoek naar circadiaans ritme bij mensen. Nou, en bij fruitvliegjes. Ze hebben dat in ieder geval op dieren getest en dan ook het ritme naar de mens toe. Dus dit was best wel een grote ontdekking. Maar eerder is er dus ook al een onderzoeker geweest die dit bij planten heeft ontdekt. Dus nou, 17, 19, leuk weet je. Maar die ging dus bij een plant checken hoe dat werkt. Dus intern, je ziet hier dus eigenlijk hè, de plant, maar dat ook bij dieren, bij mensen, dat natuurlijk ook gebeurt. Dus dit soort plantjes, dat zie je denk ik ook wel vaker bij bloemen, die gaan open en dicht. Het is zelfs zo... dat planten, als je die in het donker laat staan, dat ze zelfs weer open gaan. Omdat dat klokje nog steeds loopt. Dus er is gewoon een interne klok die iets heeft geleerd. En die dus de plant ook weer open doet gaan. En 's nachts weer dicht. Dus fascinerend. Goed, gaan we nu niet te diep op in. Maar zelfs de planten hebben dus dit in zich. Het bioritme... Zoals we het ook wel kunnen noemen, is natuurlijk wel een bekend iets, hè, wat ik net al zei, licht en donker. We zien dus over de dag dat we echt gewoon heel veel licht willen ontvangen. En dat we 's nachts of 's avonds dus uit mogen gaan. Nou, we weten dat dat natuurlijk echt wel een enorme verstoring is in deze tijd, in deze maatschappij. Dat we 's avonds juist heel erg gaan leven. Want overdag moet je werken. En ik denk wel dat dat gewoon heel erg bekend is. En dat dat ook een struggle is. Hè? Dat je denkt, ja, maar nu heb ik pas tijd voor mezelf. En nu ga ik leuke dingen doen. Ja, goed. Ons werk is natuurlijk sowieso leuk. Dus overdag is het ook leuk. Maar in ieder geval, als je 's avonds kijkt naar hoe het hoort te gaan... zie je dus dat het licht moet dimmen. Nou, dan heb je al door dat er aardig wat mismatches zijn tegenwoordig. Uiteindelijk gaan we slapen en dan... Voor 12 uur slapen telt dat het dubbel. Hè? Dat is een beetje zo'n uitspraak. Maar we zien dus vaak dat het te laat geslapen wordt. Waardoor het fysieke stuk, dus het fysieke herstelstuk, een beetje achter gaat lopen. En later in de nacht zien we dus het psychische herstelstuk.
Dus we hebben een deel het lichamelijk herstel en het geestelijk herstel. En ja, daar is ook nog wel het een en ander over te zeggen. Maar dat is ook wel super interessant hoe dat ritme verloopt in de nacht in je herstel. Dus hoe je herstelt. Slaap je goed? Hè? Dan hebben we de fysis weer een stukje slaap. Hoe slaap jij in? Hoe slaap je door? Ga ik zo ook nog eventjes wat over vertellen. Maar dat heeft allemaal uiteindelijk zijn effect. Ook van over hoe jij over de dag hebt geleefd. Hoe jouw dagritme is geweest. Heeft effect dus op jouw nachtritme. En wat heeft invloed daarop? Dat zijn cycadiërs, zoals we dat noemen. Dus dat zijn tijddoorgevers. Dat is echt ja, iets heel moois. We hebben dus invloed op dat klokje. En hoe dat dus wordt doorgegeven. Dus een externe prikkel, zoals hier staat, heeft effect op het interne stuk. Hoe dat werkt, is dus via het oog. Dus heel belangrijk dat we het oog en de rest van ons lichaam leren dat er uiteindelijk zonlicht op ons netvlies komt. En dat dus de klok gaat tikken, even zo gezegd. Dus dat er ja, de klok gaat lopen, noem ik het wel vaker. Maar dat heeft dus echt effect. Dus als wij 's ochtends opstaan. En nou, in de winter kan dat soms een probleem zijn voor mensen. Wie kent het niet, een beetje depri zijn in de winter. Ik heb genoeg klanten die daar toch wel last van hebben. Het heeft ook nog met wel wat andere dingen te maken. Maar het licht, de lichtinval is heel belangrijk. Dus op het oog, ga naar buiten 's ochtends. Het liefst wil je echt eventjes licht ontvangen voordat je gaat werken, als dat lukt. In de winter nogmaals wat lastiger, zou je eventueel een lamp kunnen gebruiken. Maar dat zorgt ervoor dat de klok goed gaat lopen. Waardoor je hormonaal ook aangezet wordt. Even zo gezegd, hè? Aan. Maar hormonaal gebeurt er dan van alles. En je neurotransmitters worden dan ook aangezet. We zien dus nog meer dingen die effect hebben als zijdkeber. Dat is dus actief zijn. Je social interaction. En je eten. Ontzettend belangrijk ook het eten. En dat zie je dus ook terug bij het microbioom. Dus de reactie van het microbioom ten opzichte van de timing van je eten. Nogmaals, als we kijken, dan zien we dus hier een aantal van die stofjes. Hè, hormonen, neurotransmitters. Licht schijnt op je oog. Vervolgens gaat de nucleus, dat is het klokje in de hypothalamus. Dus de hypothalamus is dus eigenlijk de kern waarin die nucleus zit die de tijd door gaat geven. En zodra we wakker worden en dat goed doen, dus actief in de zon eventjes, moment met je ogen, dat serotonine gaat lopen. Dat vervolgens natuurlijk cortisol maakt je wakker. Laten we dat ook eventjes zeggen. Dus eigenlijk cortisol hebben we weer nodig om wakker te worden. Maar zodra we dus wakker zijn, willen we die klok laten lopen. En dan wordt serotonine afgegeven. Vervolgens 's avonds in het donker is melatonine, dus hetgene tegenovergestelde. Hè, voor degene, ik denk dat jullie dat wel weten. Tegenovergestelde van cortisol. Hè, die werken met elkaar samen. Gaat melatonine lopen. Maar als we niet genoeg licht overdag opvangen, zal de klok van melatonine ook lastiger gaan lopen. Ja. Dus je ziet daar ook heel vaak verschuivingen. Ik in ieder geval wel bij verschillende klanten die daar moeite mee hebben. Dus met in slaap vallen. Dat heeft met meerdere dingen te maken. Maar deels ook met nou ja, deze goedkope manier van zorgen dat die klok goed gaat lopen. Dus even met je gezicht in de zon 's ochtends. In het groot zie ik dat die iets waziger is. Maar als je kijkt over de dag, dan zie je dus ook de klok lopen en wat er op welk moment gebeurt. Wie kent dit klokje? Wie is bekend met wat er op welk moment gebeurt? Mag je eventjes met ja of met nee in de chat antwoorden? Yes, kijk. Ken alleen de klok met de organen erin, ja? Ja? Nee, niet bekend, ja. Nou, de organen is eigenlijk ook een beetje hetzelfde, hè? Dus Chinese gezondheidsleer, dan krijg je die organen erbij. Maar dit komt een beetje op hetzelfde neer. Wanneer is welk orgaan actief en wanneer moet die in rust zijn?
Dus dat heeft een beetje hetzelfde. Niet zo in detail, maar wel bekend. Nou, top. Je ziet dus uiteindelijk dat het lichaam op bepaalde momenten actief hoort te zijn of actiever is. Dus wanneer is het beste moment om iets te gaan doen of niet doen? We kennen vanuit de topsport dat er bepaalde momenten zijn. Nou, en ook topsporters moeten natuurlijk veel reizen. Maar dat er bepaalde momenten zijn waarop je het beste presteert. Dus ja, dat is iets wat vaak aan het einde van de middag is. Dus dan ben je net eventjes op je best, lichamelijk ook. Kan je beter presteren, schijnt. Nou, dat zien we dus ook terug hier. Hè, snellere reactietijd. Dus einde van de dag is dat bijvoorbeeld het beste moment. Dat zie je dus bij de topsport ook terugkomen. Maar wat ik een belangrijke vind, en als ik dat aan klanten uitleg, dan snappen ze hem ook vaak iets beter. We hebben het natuurlijk vaak over intermittent fasting. Dat kan je iedere dag doen. Of dat kan je een paar keer per week doen. Zoals we natuurlijk ook bij Timo leren. Dat het ritme van de darmen, dat 's ochtends eigenlijk naar de wc gaan of poepen, heel normaal is. Dat is eigenlijk het ritme van je organen dat kloppend is. Want je darm wordt 's ochtends actiever. Dus hier, voor Claudia, in de klok zal je dan de darm zien staan. De darm wordt actiever, die wordt wakker, cortisol gaat werken en serotonine gaat omhoog. Laat ik je zo ook nog zien. Dan zal je zien dat de darm alert is. Nou, dat betekent eigenlijk ook dat de ochtend het meest ideale is om iets te eten. We zijn dan actiever, het lichaam is beter met verteren. Ik weet het dat een beetje tegendraads is met het intermittent fasting. Maar dat kan je natuurlijk ook op een ander moment doen. Even dat daar gelaten. Volgens je organen is 's ochtends je darm het actiefste. Kan ook uiteindelijk gevolgen hebben of je kan soms last hebben van je darmen. Nou, misschien ben je dan wat meer uit balans in je vieses. Dat kan, hè, dat je een slechte nacht hebt gehad. Maar wat belangrijk is, is ook dat ik vaak uitleg dat darmactiviteit 's avonds echt ook gewoon naar beneden gaat. Dus als wij 's avonds voor de tv nog van alles naar binnen gaan zitten schuiven, dat 's avonds gewoon niet zo handig is. En vaak bij diabetes type 2, nou goed, nachtdiensten hebben we het zo ook over, maar ook bij diabetes zie ik dus terug dat mensen 's avonds te veel eten, te veel en te lang. En als ik dat dan uitleg, dat die klok gewoon hier eigenlijk een beetje stopt met verteren, dat ze 's nachts niet kunnen ontgiften. Want dat is eigenlijk wat er in de nacht moet gebeuren. Hè? De lever gaat in herstel. Nou ja, alles gaat in herstel. Dat zagen we met fysiek en mentaal. En dat gaat dan een beetje achterlopen. Dus darmactiviteit vind ik altijd een hele belangrijke. Dus is dat helder? Dat er darmactiviteiten, zeg maar, dat echt wel iets is waar je ook wat mee kan, denk ik, naar je klant toe. Als ik hem zo uitleg, vinden ze altijd heel fijn. Dit plaatje geeft altijd helderheid. En dan valt het kwartje opeens. Nou, het circadiaans ritme verstoord is dus, heeft dus te maken met gedrag, met niet goed slapen en nou ja, goed, niet synchroon lopen met je eten ten opzichte van je klok. Dus je kan echt zelf actief je klok beïnvloeden met je sidegabers. En dat is hoe wij dat natuurlijk naar onze klanten ook kunnen aanbieden met de visus. Een aantal van, nou, wel bekende dingen, denk ik, voor veel van jullie, die de klok beïnvloeden, nu in deze westerse maatschappij, te veel binnenzitten. We zien dus ook naar de nachtdiensten toe, hè, weinig vitamine D, omdat we constant in het donker moeten werken. Of in ieder geval onrustige ritmes hebben, overdag slapen of een groot gedeelte. Dus we zien hier heel veel, kijk eens nog even terug, hè, maar we zien dus heel veel te veel binnenzitten, slechte voedingskeuzes, te veel prikkels, vooral in de avond. En daardoor dat ons hoofd niet uit kan en het te veel blauwe licht in de avond. Wat is voor jullie zelf iets waarvan je denkt, hey, dat zou ik nog aan kunnen passen? Zo van, dat is echt iets waar ik nog tegenaan loop bij mezelf. Laat het eens weten in de chat. Dat is wel, want we hebben allemaal natuurlijk een beetje onze guilty pleasures.
Een voorbeeld voor mezelf. Ik was net druk bezig met de presentatie en met het voorbereiden. En dat het allemaal goed zou gaan lukken. Dus ik ben vanmorgen niet naar buiten gegaan. Dus ik denk, ah shit. Ik had toch wel eventjes nog wat zonlicht op willen doen. Echt actief met een rondje buiten lopen. Dat heb ik vandaag overgeslagen. Ja, vind ik dan jammer. Ja, te veel schermtijd. Ja. Te veel prikkels. Ja. Nou, te veel prikkels kan ook zijn te veel prikkels vanuit je werk misschien, hè, wat je dan lastiger op kan lossen. Of veel prikkels die je zelf nog toevoegt. Waardoor je denkt, ah, ik moet nog heel veel sociale dingen doen. En mijn agenda zit helemaal volgeprakt. En ik blok niks voor mezelf in. Hè? Want we zijn heel goed altijd in de agenda vullen met dingen doen. Maar ook een keertje dingen niet doen. Dat is ook wel interessant. Ja, in de ochtend naar buiten gaan, Claudia. Ja, schermtijd omlaag. Ja, nou, mooi. Ja, het zijn echt wel dingen waar we altijd wel zelf ook mee te maken hebben. Een oppashond. Dat is een goeie. Dan moet je naar buiten. Ja, dat is ook altijd, vind ik altijd leuk. Als mensen zeggen, ja, ik heb een hond en dan ga ik naar buiten. En ik heb geen hond en dan ga ik niet naar buiten. Terwijl het eigenlijk voor jezelf ook hartstikke goed is. Dus het is echt zo. Ja. Nee, maar er zijn wel echt meerdere dingen waar we zelf ook aan kunnen werken. Hè? En dat is allemaal niet erg. Maar je ziet dus wel dat wat ik nu voor mezelf merk, is dat ik nu digital nomad ben, zoals we dat dan noemen. Maar ik ben veel meer op mijn scherm bezig. Dus mijn schermtijd gaat omhoog. En ergens baal ik daar dan van. Maar ja, het is ook mijn werk. Dus het is eventjes de balans vinden van hoe deel je dan je dag in. En hoe start je hem en hoe eindig je hem? Ik denk dat dat gewoon eventjes de kaders zijn die voor mij ook belangrijk zijn. Nou, wat dan als je nachtdienst draait? Hè, dan raakt je visus uit balans. Dus je vitaliteit gaat naar beneden. En de desynchronisatie is dus iets wat meespeelt. Dus eigenlijk de syndromen, dat zijn de termen die we eraan geven. Ja, maar dat kan ook uit andere hoeken komen. Dus de DSPS of de ASPS afkortingen. Maar als jij een nachtdienst draait, ja, is het dan dat je bent wel chronisch verstoord. Maar is het dan dat syndroom? Of is het gewoon, ja, dit is mijn werk en ik ben gewoon chronisch uit balans? Want het is alsof je een tafelpoot eigenlijk wegzaagt uit de visus. Want dit is je werk. En dat merk ik dus ook in de programma's die ik draai. Slaap, je kan dat niet per se heel erg verbeteren. Dus Anne, voor jou ook, als je werkt, zal je dat zelf ook wel ervaren. Dat is gewoon zo. Weet je, daar kan je niet omheen. Maar wat kan je dan wel doen? Tuurlijk heeft die slaap echt wel ook verbetering. Als je zorgt dat de andere pijlers in ieder geval op orde zijn. Want als je in het vliegtuig, hè, ik denk dat je dat wel herkent, ook nog crap gaat zitten eten. Van, ah, douw er maar een snicker in en ik neem nog maar een colaatje om wakker te blijven. Ja, dan wordt het ook niet beter. En wordt je slaap uiteindelijk ook niet beter. Dus die tafelpoot die is afgezaagd, dat is gewoon een feit. Maar hoe kan je er dan mee omgaan in de rest van die vitaliteit en de visus? Dus je kan echt focus leggen op de andere pijlers. Waardoor je nog steeds wel beter in balans blijft. Nou, een onderdeel daarvan is natuurlijk de darm. Dus de darm is een ontzettend belangrijk onderdeel in je basis. Dus als je dat meer op orde krijgt, dan zullen er ook andere signaaltjes afgegeven worden. Waardoor je dus uiteindelijk ook misschien zelfs nog een uurtje langer kan slapen. He, dus dat als je nachtdienst is afgelopen, dat je een uur langer doorslaapt. Nou, dat kan echt een ontzettend groot effect hebben. Of gewoon een slaapcyclus. Hè? Want we slapen natuurlijk het liefste in cyclussen van ongeveer 1,5 uur. Dus als je die erbij krijgt, ja, dat is een enorm verschil op je fysieke en op je mentale herstel. Dus hoe slapen degene na een nachtdienst, degene die nachtdiensten draaien? Want we hebben twee mensen in ieder geval die nachtdiensten draaien. Hoe ga je daarmee om? Anne, zou je eens een voorbeeld willen geven? Dat vind ik wel leuk om te horen.
Ja, het hangt er bij mij een beetje van af hoe laat ik weer thuis kom. Als ik land voor, of in ieder geval als ik thuis kom voor 12 uur 's middags, dan kies ik ervoor om toch nog even wat slaap te pakken. Maar als ik naast 12 uur 's middags thuis kom, ja, dan is het nog steeds afhankelijk van hoe ik me voel. Maar als ik me gewoon oké voel, dan kies ik er vaak wel voor om door te halen. En dan als het donker wordt, ik wil al vroeg naar bed te gaan. En dan ben ik er de volgende dag vaak, nou ja, ik voel het de volgende dag nog steeds. Maar dan ben ik wel weer scherper dan dat ik ja, in de middag naar bed zou gaan en dan 's avonds wakker zijn. Ja, precies. Ja, want dan ga je dus eigenlijk het klokje ook het stukje natuurlijk aanvullen eigenlijk, hè, van je slaapbehoeften. En dat hebben we natuurlijk ook wel geleerd, als het goed is hoor, bij Timo ook al. Hè, dus dat daar een verschil in zit natuurlijk, hè, want je hebt je emmertje die dan eigenlijk vol loopt. En als je weer gaat slapen, dat je hem weer leeg laat lopen, waardoor je 's avonds dan moeilijker in slaap kan komen. Ja. Ik zie Maarten ook antwoorden met lastig. Ik heb hier ook nog 3 jonge kinderen. Ja, dat is topsport. Dat geloof ik graag. Ja, tropentijden, toch? Noemen ze dat. Dus dat je echt gewoon in deze tijd met jonge kinderen en dan ook nog nachtdiensten draaien. Ja, heel belangrijk om dan op de andere visuspijlers ja, je aandacht te leggen, hè? Dus dat je Ja, daar zo precies. goed. Ja, Ja, Maarten. nee, dat klopt. Ja, dat is de enige manier, zoals ik het zie inderdaad, zorgen dat je andere pijlers inderdaad in orde hebt. Want anders is het moeilijk vol te houden in ieder geval. Ja, want hoe gaat dat? Merk je dat je daar echt wel een balans in kan vinden? Ja, gelukkig wel, ja. Oké, okay. Ja, Nou, super. dat is wel te doen inderdaad, maar het vergt een hoop planning. Ja, snap ik. Nou, goed, petje af voor degene die inderdaad met kinderen zitten. En dan ook nog nachtdiensten draaien. Want echt, dat, ja. En dan ook nog eens een keertje een beetje aan jezelf denken. Dat je eigen leven nog een beetje leuk houdt. Ja, het is echt iets waar nou ja, veel meer aandacht voor mag zijn. Laat ik het zo zeggen. En ik denk dat ook ik als diëtiste daar echt zoveel meer in kan doen. En nou, daar kwam ik gewoon ook vorig jaar achter. Ik denk, ja, dit is echt wel een mooi onderdeel. Voor jullie, de jaaropleiding, dus eventjes dit blokje tussendoor. Als we kijken naar hoe we het eerst ingestoken hadden, was de jaaropleiding echt een traject, hè, van een jaar lang. Net zoals dat de jaaropleiding bij Timo zou zijn. Dat hebben we iets anders gedaan, omdat het echt wel een heel nieuw stuk is, het microbioom, en nog niet mega bekend. Er is wel ontzettend veel interesse in, maar het mag anders. En zo hebben we hem dus opgeknipt, misschien hebben jullie het al gezien, in levels. En we gaan dus echt per level nu het onderdeel aanpakken. En level 1 is eigenlijk je eigen microbioom onderzoeken. Dus we hebben 2 dagen online, want wat ik al zei, ik zal online ergens op de wereld zijn en de training geven. Dus 2 dagen lang hebben we een online training. Nou, nogmaals, het zal echt gewoon met goede verbinding zijn. Ik zal niet zomaar ergens in een hutje gaan zitten. Wel echt op plekken waar ik ja, kan werken. Er zijn gewoon echt hele gave digital nomad plekken waar je gewoon echt kamers kan huren. Dus dat gaan we helemaal regelen. 2 dagen met je eigen ontlastingsonderzoek. Dus we gaan het eigen onderzoek ook doen. En dat gaan we dan al van tevoren natuurlijk afnemen. Als je zegt ik doe mee bij level 1, dan het eigen onderzoek wordt een maand van tevoren gedaan. Want dan nemen we dat dus mee tijdens de 2-daagse. Super interessant. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook iets, een basis die je gaat creëren om uiteindelijk onderzoeken van anderen te interpreteren. Daar gaan we ook verder nog op in. Is het nodig om nog een Q&A extra te geven? Dan gaan we daar naar kijken. Dus we gaan ook checken wat dan de beste vorm is. Of jullie nog extra tools nodig hebben binnen het level 1 stuk. Nou, we gaan in op nou, de verschillende interacties natuurlijk van het microbioom en de darmen. Dat is zo onwijs breed. Maar eerst dat we de basis begrijpen. Hoe het nou eigenlijk werkt en hoe je dat in de visus dus uit kan zetten. Wat voor effect dat heeft op alle andere pijlers.
Een stukje intermittent fasting en hormonen zal ik ook nog meenemen. Ja, goed, daar was ook veel vraag naar. Dus dat is ook iets wat ik mee zal nemen in de start tweedaagse. Dus level 1, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als hoe Timo ook zijn fascia levels inzet. We gaan naar level 1, gaan we ook naar level 2 en level 3. En level 2 zal ik ook meer ingaan op darmziektes. PDS, SIBO, SIVO, nou, noem het maar op. Er zijn er echt onwijs veel die ook weer invloed hebben op de visus. En uiteindelijk ook nog level 3, ook meer het psychische stuk. Dus de interactie met het brein. Heb ik nu ook een klein beetje in meegenomen in deze presentatie. Maar zo zie je, er zijn echt verschillende blokjes om het iets behapbaarder te maken en niet zo enorm groot. Want goed, dat, ik denk dat dat interessanter is om het op deze manier in te steken. En al helemaal online. Nou, dat gezegd hebbende, mediveren. In ieder geval de darmtesten waar ik mee werk. Zijn ontzettend uitgebreid. We kunnen er heel veel uithalen. En soms doen we dat in hapjes. Omdat het dus ook zo ontzettend breed is. Ja, en soms moeten we ook nog verder puzzelen. Dus dit is eigenlijk altijd de test die ik gebruik als startpunt. Dus willen we iets met de gezondheid? Willen we verdieping in de darmonderzoeken? Dan pak ik deze testen eigenlijk bijna altijd bij. Het is totaal wat anders dan wat je in het ziekenhuis krijgt. En in het ziekenhuis worden er wel ontstekingswaarden natuurlijk gemeten, zoals kalkproteïne. Misschien herken je die wel. Ook natuurlijk hartstikke mooi. Komt ook in deze test naar voren, of dat wel of niet aanstaat. Maar zoveel nog meer. Dus dit is echt wel het nieuwe onderzoek. En ja, heel boeiend. We helpen er veel mensen mee. En dat is echt altijd weer fascinerend wat we eruit kunnen halen. Wie is er bekend? Ik weet van sommigen van jullie dat ze hem kennen. Maar wie is er bekend met überhaupt ontlastingsonderzoeken? Of andere onderzoeken? Zoals, ja. Ja, ik werk ook met mediveren. Kijk. Ik zit ook in de supervisie van Marijke. Ah, oh, ja. Nou. Kijk, ja. Ja, Marijke is mijn teacher, mijn guru. Leuk. Ja, Marijke is weer next level. Die ratelt de hele dag door. Echt top. Maar het kan heel erg overweldigend zijn als je haar info krijgt. Maar hij is fantastisch. Heel veel kennis heeft die vrouw. Ja, dus Marijke van Waal, zij is van natuurdiëtiste. En ik ben ook natuurdiëtiste. Dus ik ben aangesloten bij die vereniging eigenlijk, even zo gezegd. Omdat mij dat meer ligt dan de standaard diëtistengroep. Maar leuk, Anne, om te horen. Ja, dus mediveren, supervisies doe ik inderdaad ook naast Marijke. Om de mediveren testen te interpreteren als specialist. Dus super interessant als je hiermee gaat werken. Dus eerst in level 1 doen we de test bij jezelf. En vervolgens kan je daar ook alweer iets mee om de interpretatie te doen voor een klant. En ook daarmee gaan we werken, als we in de verdere levels zijn, dat hoe kan jij dan een casus doen van een klant. Hè? Dus als je iemand vindt die zo'n test af wil nemen, en dat je dat kan interpreteren. Dat moet natuurlijk niet. We hebben altijd andere mensen in de klas zitten die waarschijnlijk wel een test hebben als jij hem niet hebt. Dus we kunnen zo van elkaar leren met casuïstieken. Ja, maar wel boeiend, hè, Anne? Al wel eens test afgenomen? Ja, ik gebruik ze zeker in de praktijk. Ik vind het mega interessant. Ja, ja. Nou, en ook alle lijntjes die met elkaar liggen. Het is niet zo dat je dat binnen één keer allemaal begrijpt. Want het is echt een vak apart, laat ik het zo zeggen. Dat is verder. Als je kijkt dus naar het probleem bij nachtdiensten, is dat het immuunsysteem natuurlijk enorm onder druk komt te staan. Dus dat een nachtdienst een enorme interne stress geeft. Dus een chronische stressprikkel. En chronische stress heeft effect op het microbioom. En ook op de darmwand. Daar ga ik nu niet te diep op in, want anders kunnen we echt uren doorgaan. Maar het microbioom heeft dus een rol te spelen in het maken en het aanzetten van neurotransmitters. En het heeft effect op, als het microbioom niet in balans is, dat de vitamines en mineralen niet goed worden omgezet. En als ik daar verder eventjes op doorga, het microbioom kan op een verkeerde plek zitten in de darm. Nou, dan kan het effect hebben op
überhaupt de opname van vitamines en mineralen in de dunne darm, waar dat eigenlijk hoort te gebeuren. En het kan ook effect hebben in de dikke darm, want in de dikke darm worden ook nog wat vitamines en mineralen omgezet. En ook, dus de interactie ook met de darmwand. Dus er zitten echt gewoon meerdere componenten aan als er een chronische stressprikkel is bij je nachtdienst. Want dat is het gewoon. Dus zorgen dat de rest van de vices in balans blijft, is heel erg belangrijk. Want op den duur ga je daar mogelijk last van krijgen. Hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Ik heb hier even de voedingsanamnese die ik recent heb gekregen nog van de samenwerking die ik heb met een bedrijf. Die ik samen met Circadian dus begeleid. Nou, loop eens even met me mee door wat er standaard wordt gegeten. Misschien vragen jullie ook wel eens iets uit, hè? Qua voeding. Dus nou ja, in dit geval Anne, die vraagt sowieso de voeding uit als ortomoleculair therapeut. Maar doen jullie dit nu ook? Nu jullie wat meer in de fysische specialisatie zitten, vragen jullie de voeding uit bij jullie klanten? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Laat maar weten in de chat. Want je ziet dus heel veel, dit is dan een fabriek. Dus dit is geen vrouwengroep. Dit is echt een dominante mannengroep. Met heel veel boterhammen. Heel veel boterhammen en nog wat chips, nootjes. Weinig vis zie ik bijvoorbeeld terugkomen. Hè, dus bijvoorbeeld vis, omega 3. Hierachter staat ook nog een heel stuk over hoe vaak kom je buiten en alles. Dat heb ik even afgelaten. Maar je ziet dus ook dat men over het algemeen weinig buiten komt overdag. Dus ook dat is best wel even een dingetje. Alleen als daar aanleiding voor is. Ja, snap ik. Dus alleen als de aanleiding is om daar iets over te vragen over de voeding. Voor degene die terugluisteren. Ik vraag het niet vaak uit, maar zou het wel vaker willen doen, zegt Iris. Oké, ja. Ja, en ook dat, hè. Hoeveel tijd heb je natuurlijk in je consult? Vooral als je bijvoorbeeld fysio bent. Wat is de hoofdreden waar ze voor bij je komen? En als je fysio specialist bent, dan kan je daar al iets breder in praten. Dat je dan, dat men het accepteert, hè. Dat je dan ook nog eens een keertje wat verder doorvraagt op dingen. Dat merk ik ook. Dat ook niet altijd passend is in de consulten. Nou, je ziet dus, dit is een beetje hoe dan de gemiddelde man in de fabriek eet daar. En dat is interessant. Dus wat zouden we allemaal nog toe willen voegen? Iris nog, afhankelijk van hulpvraag, vraag ik het kort uit of geef ik een voedingsdagboek mee? Nou, dat is al een goeie. En ga je hem dan ook later nog interpreteren of hou je hem bij jezelf? Dat is dan ook nog, dus ga je er ook nog echt actief iets mee doen, als er iets uitkomt misschien. Maar we zien veel brood, dus het is wel echt een broodgroep. En sommige mensen vinden het allemaal, die bespreken we uitgebreid, zegt Iris nog. Ja, nou, interessant. Goed dat je er de tijd voor neemt en dat je de tijd ervoor hebt natuurlijk ook, hè. Maar dit is wel een beetje mijn vak, wat er dan naar voren komt. Maar wat je dus ziet in het microbioom, is dat er echt wel een ritme is, ook intern. Dus dat er een klokje gaat lopen intern van het microbioom. Dus er is nog veel onderzoek mogelijk naar dit onderwerp. Maar je ziet dus dat, dat het microbioom meehelpt in de interne klok. En dat is best wel bijzonder, omdat namelijk het microbioom natuurlijk in het donker zit. Dus ja, hoe kan dat dan? Dat ze in het donker toch een reactie afgeven alsof ze in een klokje lopen. Hè? Dus een 24 uur ritme aanhouden. En dat heeft ook toch weer alles te maken met jouw cycadiërs. Dus de timing van je eten. Ben je de hele tijd uit balans en eet je altijd weer op een ander moment? Is dat iets wat intern natuurlijk ook onrust kan geven? Dus dat is bijvoorbeeld iets wat effect heeft. Maar ook is er microbioom dat reageert bijvoorbeeld op melatonine aanmaak. Dus dat er melatonine wordt afgegeven. En hè, dat hormoon dat gaat dan een interactie aan met het microbioom. En het is allemaal heel complex eigenlijk. Want er zijn natuurlijk superveel bacteriën die meespelen. Maar die gaan dus de interactie weer aan met het hormonale aspect.
Dus zo zie je dat ook in het donker de bacteriën dus een reactie aangaan met je sitegevers. Actief zijn, dus fysiek actief zijn, heeft ook zo zijn uitwerking. Dus een fysieke activiteit zorgt voor lactaat. En lactaat is dus weer iets voor het microbioom om op te groeien. Dus uiteindelijk, als je dat dan ook bijvoorbeeld iedere keer weer herhaalt, zal het ook zorgen weer voor een beter microbioom. En afhankelijk van de tijd natuurlijk van de dag, wat je doet op welk moment, want keihard helemaal een HIIT-training doen, 's avonds laat, is ook weer niet zo handig voor je slaap. Maar stel dat je iemand, zien we zo ook nog terug, iemand in de nachtdiensten een rustige wandeling laat maken, bijvoorbeeld voor het slapen gaan of net bij wakker worden. Weet je, dat zijn allemaal ook activiteiten die dus iets teweeg brengen in het lichaam. Ik doe vaak bij opstaan, dus nuchter bewegen, maar dan rustig is wel iets wat meehelpt. Je ziet dus dat het microbioom signaaltjes krijgt van al die sitegevers die er dus mee te maken hebben. Maar dat heeft dus ook weer te maken met, hoe is je sociale interactie? Hè, wat doe je overdag? Wat ga je doen? Ben je druk? Heb je een leuke, rustige dag? Jullie weten vast wel hoe dat ook effect kan hebben uiteindelijk op je mentale gesteldheid. Maar dus ook op je microbioom. Daaraan gekoppeld zie ik dus heel vaak dat men natuurlijk emotioneel uit balans kan zijn. En de darm dus ook emotioneel uit balans kan zijn. Dus dat men, als je je niet lekker voelt, als je sociale interactie in je leefomgeving niet helemaal prettig is, dat druk geeft op die darm en dus ook op het microbioom. We kunnen dus uiteindelijk vanuit de physis ontzettend veel toevoegen om die tafelpoot zeg maar een klein beetje aan te vullen van het slaaptekort. Want verschillende darmfuncties hebben dus een circadiaans ritme. Want ik heb het net over darmbacteriën. Maar je ziet dus dat enzymactiviteiten ook natuurlijk meespelen. Dus echt in de darm, in de organen spelen de enzymactiviteiten mee. Dus het verknippen eigenlijk van je voedsel, hoe dat gebeurt door je maag, door je alvleesklier. Het darmepithel, dus de laag van je darmwand. En dat heeft dus ook weer effect op de opname van je voeding. Nou, je hebt genexpressie, dus uiteindelijk dat ook je gen, je DNA, dat heeft effect natuurlijk daar. Er gebeurt ook iets. De mobiliteit, dus de dikke darm en het kneden van de ontlasting is een hele belangrijke. Zien we zo ook nog terug. Dus het kan zijn dat je opmerkt dat je een verandering van ontlastingspatroon hebt. Of dat je klanten hebt die daar last van hebben. En je ziet dus dat darmbacteriën, die hebben we net besproken, de tijd aanhouden en dus hormonaal een reactie afgeven en neurotransmitters afgeven, zelfs in donker. Dus het kan echt zo zijn dat het microbioom zegt, hey, ik heb honger en ik heb zin in bepaald voedsel. Dat hangt er natuurlijk weer vanaf van wat je gewend bent om te eten of wat je klanten normaal eten. Mijn klanten eten heel veel brood, zoals je net zag in het verhaal van de nachtdiensten. Want dat is lekker makkelijk. Microbioom en de nachtrust. Ik heb daar nog een artikel over. Leuk om te lezen over wat dus het microbioom voor effect heeft op de nachtrust. Dat is dus best wel veel. Dus sluit weer aan bij de physis. En de meest voorkomende verstoringen in de darm en het microbioom bij nachtdiensten. Als we daarop ingaan, we zien dus heel veel verschillende verstoringen. Leaky gut is bijvoorbeeld een hele bekende of belangrijke. Maar ik wou hem nu eventjes iets meer doorpakken. Neurotransmitters, wat uiteindelijk ook weer een effect kan hebben op een leaky gut bijvoorbeeld. Op het doorlaten van LPS'ers of ontstekingsgevoeligheid van die darmwand. Zo zie je dus dat er verschillende verstoringen ontstaan. En dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Daar gaat een tijd overheen. En als we dat niet goed onthouden of niet goed verzorgen, dan kunnen dit soort problemen wel ontstaan bij je klanten. Dus ook in darmonderzoeken zie ik heel veel verstoringen. Want ik doe dus op dit moment ook onderzoek bij deze nachtdienstgroepen met microbioomonderzoeken. Dus
We zijn daar ook in vernieuwend bezig, laat ik het zo zeggen. Want dat is nog niet gedaan in Nederland, wat dat betreft, op nachtdienst en voeding en darmgezondheid. Wel in het buitenland, maar dus nog niet in Nederland. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar allemaal nog uit gaat komen. Nou, als je kijkt dus naar neurotransmitters en hormoonvorming, zie je dat serotonine en melatonine worden voor het grootste gedeelte gevormd in de darmen. Voor wie is dat überhaupt bekend, dat serotonine meer in de darmen gevormd wordt dan in de hersenen? Laat het eens weten in de chat met een ja. Ja, nou goed zo. Ja, nee. Nou, serotonine is dus eigenlijk iets wat, het hangt er een beetje om, maar 90-95% aangemaakt worden in de darmen. Dus serotonine is niet een hoofdneurotransmitter, maar eigenlijk een darmneurotransmitter die communiceert met het hoofd. Dus het is natuurlijk een loop waar we in zitten, maar serotonine wordt dus aangemaakt door de darmen. En de bacteriën eigenlijk, niet de darmwand zelf, maar door de bacteriën. Dus super interessant, want daar kan je invloed op uitoefenen, op die bacteriën. Want dat is eigenlijk het enige DNA-stukje waar we echt veel invloed op hebben. Want microbioom is DNA, dat heb ik al eens een keer eerder verteld. Waar we dus wat mee kunnen, wat we kunnen veranderen. En dat is fantastisch. Maar namelijk in de darmcellen en door het microbioom zien we dus gezondheid van de darmmicrobioom, hebben dus veel invloed op de aanmaak van deze hormonen. En de dysbiose, zagen we het ook staan, dus de disbalans in het microbioom, kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van eenzijdige voeding, stress, bepaalde medicijnen. Dus medicatie heeft invloed uiteindelijk op het microbioom en de werking van de darmen. En dan ook nog een keertje de interactie met een nachtdienst maakt het natuurlijk alleen maar complexer. Een dysbiose kan de vorming van GABA en serotonine verstoren. Dus ook dat zijn eventjes geknipte zinnetjes. Maar een dysbiose verstoort dus die hormonen, serotonine, maar ook GABA. En GABA is ook een neurotransmitter die dus ook in de darm gevormd wordt. Dan zien we nog een keer het plaatje, want we zien dus bij het ontwaken dat serotonine eigenlijk gaat lopen in die loop. En als dat niet genoeg wordt aangemaakt, ook vanuit de darm, dan zal die loop ook zwakker worden. Dus we willen wel zorgen dat die darm goed actief is, dat die goed gevoed is, dat de microbioom actief aanwezig is in positieve zin. En dat we dus die serotonine loop kunnen laten lopen. Ja. Dus dat is wat er gebeurt. We zien hier nog een plaatje van GABA. Want wie is er bekend met GABA? Want ik roep nu weer van alles, maar wie is daar bekend mee? Ja, nee, yes, top. Want GABA is eigenlijk, dat is helemaal oké. Ik zie ja en ik zie nee in de chat. Maar GABA is eigenlijk je Boeddha-neurotransmitter. Even heel makkelijk gezegd. Je wordt daar wat meer zen van. Serotonine is je happy hormoon. Hè, zo kunnen we hem ook wel noemen. Dus daar word je ook een beetje blij van. En de zin van het leven zien. Dat is serotonine. En GABA is echt, daar word je wat meer zen van. Je ziet dus hier heel duidelijk dat het licht, hè, dus daar hebben we weer die cyclus van licht op het oog, dat het iets anders in gang zet bij hypothalamus. Wat uiteindelijk ook de interactie van al die neurotransmitters op de hersenen, want dit is een synaps, hè, voor degene die dit herkennen, of misschien nog niet, maar die synaps, die geeft signaalstoffen door, dus hè, dat neurotransmitters, signaalstofjes. En GABA is iets wat ook bij bijvoorbeeld antidepressiva wordt gebruikt, eigenlijk, hè, de interactie van die medicatie, om iemand wat matter te maken. He, dus dat je wat rustiger blijft. Dus de afgifte gaat dan niet snel in de hersenen. Dus ook belangrijk is bij GABA dat we zorgen dat die signaaltjes ook wat rustiger verlopen. Dus dat we wat meer zen worden. En dat zien we dus heel vaak vanuit de darm ook, dat een probleem is, dat die GABA geblokkeerd wordt. Dus ik ga even niet te diep in op het hersenstuk, maar
Je ziet dus dat GABA vanuit de darm ook een probleem kan zijn, of dat het niet goed verloopt en dat die een beetje gehijacked wordt. Nogmaals, serotonine en GABA is dus iets wat in de darm wordt aangemaakt. Dus dat zijn twee neurotransmitters. En serotonine pak ik er even bij. Wat heeft dat voor effect dus op je leven? Of wat kan dat voor uitwerking hebben? Dus de zin van het leven. Hè, geluk voelen. Libido. De zin in seks. Heel veel taboe om dit onderwerp. Ik vraag hem heel vaak wel uit, als dat nodig is, hè, in een consult. Of vooral bij groepen, zoals bij deze mannengroep, dat ik dat soort vragen stel. En dat is altijd een beetje ergens ongemakkelijk, maar toch ook wel weer fijn dat je die vraag stelt. Emoties, dus de gevoel, pijnregulatie, ook een hele interessante als je kijkt naar... bij de vorige keer heb ik het gehad over gliacellen. Dus we zien dus dat de gliacel, dat die te overactief kan zijn. En dat de pijnregulatie verandert doordat er te weinig serotonine is. Dus minder serotonine geeft meer pijn. Even zo kort door de bocht. Dus het kan zijn dat iemand meer pijnsensatie heeft. Dat kan in de darm zijn, dat kan ergens anders zijn, hè. Een als fysio dat je vaker tegen een probleem aanloopt met een arm die iedere keer pijn doet of een been, whatever. Maar in ieder geval pijnregulatie. Serotonine zorgt voor minder pijn. Maar ook slaap, dus verbetering van slaap als we dus meer serotonine aanwezig hebben. Dus dat, dan zien we dat cirkeltje weer lopen. Dus licht op onze ogen zorgt voor een beter donker lichteffect, waardoor ons slaap ook verbetert, omdat we meer serotonine in omloop krijgen. En de peristaltiek van de darm. Dus als je te maken hebt met obstipatie bijvoorbeeld, hè, als je dat hoort, peristaltiek wordt ook aangezet door serotonine. Dus de peristaltiek van de darm. Is dit in ieder geval een onderdeel? Obstipatie heeft meerdere vlakken, kan met meerdere dingen samenhangen, maar in ieder geval, één daarvan is serotonine. Nou, als je kijkt naar advies, dus in een stukje herstel en wat kunnen we zien in de ontlastingsonderzoeken, daar loop ik ook eventjes met jullie doorheen. En niet dat jullie nu de ontlastingstest allemaal voorhanden hebben, waardoor je dat meteen kan inzetten, maar dan weet je wel waar je naartoe zou kunnen, welke onderdelen we allemaal terug kunnen zien als we bijvoorbeeld fase 1 gaan doen met elkaar. Eventjes in het stuk van hoe werkt dat nou eigenlijk met serotonine en hoe maken we dat aan? Als we kijken naar het verloop, en dit is dan een van de onderdelen van de neurotransmitters, dan hebben we tryptofaan. Misschien voor jullie een bekend woord of misschien ook niet. Dus tryptofaan, L-tryptofaan, is de voorloper van serotonine. Dus wat je ziet is L-tryptofaan, dan krijg je 5-HTP, dan serotonine en dan vanuit serotonine hebben we melatonine. Nou, zagen we weer, hè, in het plaatje, lichtinval, de cyclus van serotonine moet gaan lopen en uiteindelijk hebben we dan melatonine die ons weer in slaap brengt. Nee, niet bekend, zegt Iris. Nou, dit is echt iets wat je wil laten lopen en kijken wat daarnaast staat. Dus even heel simplistisch weergegeven. Bekend uit de 6D. Bekend uit de 6D, Maarten? 6 domeinen, sorry. Ja, oké, top. Ja, de domeinen. Ja, dus je ziet dus dat er cofactoren nodig zijn om uiteindelijk de melatonine aan te maken. Serotonine, melatonine. Nou, en dat is iets waar we dus invloed op uit kunnen oefenen. Dus wat je in je advies mee kan nemen. Het aanvoeren van tryptofaan na 5-HTP, foliumzuur, zuurstof, ijzer. Dus ook beweging is hier dus een belangrijke factor in. Hè? Goed ademhalen, bijvoorbeeld. Wordt heel vaak, is wel een onderdeel, merk ik. Dat vaak niet goed gaat, dus misschien herken je dat wel. Maar die omzetting alleen al naar 5-HTP. Sommige mensen slikken 5-HTP direct erbij, dat kan ook. Maar dit is in ieder geval nodig om richting de 5-HTP te gaan.
5-HTP naar serotonine, hebben we B6 nodig. Nou, en sommige mensen zijn wat angstig voor B6. Hoeft in principe niet. Ik heb heel soms iemand die heel hypergevoelig is. Maar ik laat het dan altijd onderzoeken. Dus B6 altijd in P5P, voor degenen die dat kennen. Dus de actieve vorm van B6 innemen is altijd een optie om te doen. Dus dat zou je kunnen toevoegen. Serotonine, nou daar hebben we hem. Serotonine en melatonine hebben dus donker nodig. Dus dat is ook weer nodig om naar de vervolgstap te gaan. Magnesium, nou, B6, B12, een foliumzuur. Een foliumzuur is trouwens B11, voor degenen die dat niet weten. Maar zo zie je dat er dus cofactoren vanuit voeding aangevoerd mogen worden. Maar afhankelijk van of dat goed gaat en afhankelijk van de hoeveelheid stress, kan dat natuurlijk een beetje misgaan. Dus een nachtdienst zorgt voor meer stress op het lijf, waardoor je ook sneller door je cofactoren heen gaat. Dus in sommige gevallen is het wel handig, hoef je niet altijd meteen te doen, maar om wel een voedingsschema in te vullen en te kijken naar wat mist die persoon nou eigenlijk. Ja, daar heel specifiek op lettend. En als je alleen maar boterhammen eet, krijg je alleen maar boterhamstofjes binnen, even simpel gezegd. Dus ook daarin zou het kunnen zijn dat je soms wel een aanvulling neemt van een supplement. Dus dat zou kunnen, hè? Dat is een optie. Dat hoeft niet, maar je ziet dus cofactoren kun je dus qua voeding aanvullen. Nog een ander onderdeel in het microbioom. Dus als we kijken naar het microbioom en wat er nodig is om uiteindelijk ook die stofjes te maken, dus serotonine, GABA, dan hebben we het over butyraat, propionaat en acetaat. Ik ga daar ook niet te diep op in, want dat zijn echt wel specifieke dingen. Maar het gaat er eigenlijk over dat vezels bijvoorbeeld een onderdeel zijn in dit proces. Dus fermentatie van korte keten vetzuren. Dat is eigenlijk wat hier staat. De SCFA. Dus als je dat ziet staan ergens, dan heeft dat te maken dus met eigenlijk vezelfermentatie. En daarom zit iedereen altijd bovenop de vezels. En dat is wat anders dan probiotica. Want probiotica zijn eigenlijk de beestjes, zeg ik wel vaker. Dus belangrijk om altijd eerst te kijken naar vezels bij een klant. En daarna pas te zeggen, ik ga een probiotica inzetten. Het kan soms anders hoor, maar dan heeft het weer te maken met andere dingen. Maar de juiste volgorde is eerst, volg me, eventjes heel erg, je hebt een Janneke-taal. Eerst wil je de tuin wieden, dus onkruid wieden. Wil je de tuin zaaien, dus dat is vezels toevoeren, om dan de tuin zeg maar leuk te maken voor de beestjes. En uiteindelijk willen de beestjes bij je blijven, dus de darmbacteriën. En dat proces, dat duurt eventjes, want dat is niet zomaar in één dag aanwezig. Dus ik hoop dat jullie me begrijpen. Is het tot zover duidelijk? Ik noem eventjes een beetje Jip en Janneke taal af en toe tussendoor, maar propionaat, butyraat en acetaat. Dat zijn stoffen dus die wij nodig hebben om bepaalde signaalstoffen aan of uit te zetten. En vooral ontstekingsstoffen te blokkeren. Dus buiten de deur te houden. Dat we dat niet te veel aan willen hebben. Dus het immuunsysteem wordt rustiger als we dit soort stoffen in huis hebben. Dat kan dus gezien worden als je het wilt testen in een microbiomeonderzoek. En soms is het nodig om te kijken naar bloedonderzoeken. Ja, want het kan altijd zijn dat er nog iets is wat irriteert. En dan kunnen we nog bloedonderzoeken inzetten. Dus darmonderzoek is eigenlijk nummer 1. Tenzij de vraag heel specifiek is, dan gaan we altijd al direct naar een bepaalde test toe. Het kan ook een hormoontest zijn. Hè? Dat is ook allemaal mogelijk. Maar als we kijken naar de allergie testen, is dat vaak iets wat we uit de darmonderzoeken kunnen halen. Dat je zegt, hey, ik zie hier een relatie met een allergische reactie, daar moeten we iets mee. Dan kan je die optie aanbieden. En dat is vaak hoe het bij ons dan wel gaat. Eventjes nog een verdieping dus op zo'n darmonderzoek. Hier zie je 2 pagina's daarvan. Er zijn er meerdere, maar hierin zien we dus eigenlijk waar we het net over hadden. Het stukje neuroactieve microbiota.
En het stukje vezelafbrekende bacteriën, butyraat en acetaatbacteriën. We zien ook een risicoprofiel. En die is vrij accuraat, merk ik. Heel soms dan denk je, hé, dat staat er niet in. En iemand heeft daar wel last van, familiair bijvoorbeeld. Dus het, heel vaak zie ik het wel echt terugkomen in het profiel van die persoon. Wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Het is natuurlijk een interpretatie vanuit het microbioom. En niet een anamnese van iemand erin toegevoegd. Dus vanuit de darmbacteriën wordt gekeken naar hoe is het risico op een bepaald ziektebeeld. Dat wil niet zeggen dat je het al hebt. Maar je ziet hier dus een aantal verschillende oorzaken. 5 verschillende pijlers waarop wordt gelet. En dan ook de uitleg daaronder. Van welke bacteriën hangen daar dan aan vast? Waarom we dat dan zo zeggen vanuit die interpretatie? En dat zit gewoon bij de test in. Hè? Dat is niet hoe ik het aanvul. Dus je kan al heel erg zelf iets teruglezen als je het begrijpt. Dus als je zo'n test een keertje zou in handen zou krijgen, dan zou je eventueel dit kunnen interpreteren. Nou, waar ik het net over had. Dus vanuit die verstoring in de nachtdiensten kan het zijn dat er dus een neurotransmitterprobleem ontstaat. En dat die butyraatvormende bacteriën, die dus eigenlijk gevoed worden door vezels, dat die uiteindelijk uit balans zijn en dat die niet goed op orde zijn. Nou, we zien hier over het algemeen, we gaan niet te ver erop in, maar het algemeen dat er wel een aantal goed staan. Hè. Er zijn een aantal in het groen, dus zo kan je het een beetje zien. We hebben een balkje van, we hebben een groen stukje en we hebben bijvoorbeeld ver in het rood. En in het groen is eigenlijk gewoon goed. Zo moet je het maar gewoon zien. Groen is goed en rood is uit balans. Dus er is iets aan de hand met die bacterie om een bepaalde reden. En dat kan ook te weinig zijn, dus in het rood naar links. Of in het rood echt naar rechts, dat hij bijna van het papier afwandelt. Maar dat heeft dan een reden. En soms is dat een interactie met andere bacteriën, dat kan. Maar zo zie je dat er veel markers zijn waar we iets mee kunnen. En die voorkomen bijvoorbeeld bij een dysbiose aangekoppeld aan een nachtdienst. Hier zien we in het groot nog een keertje het risicoprofiel. En dan zien we bijvoorbeeld bij deze persoon dat er toch wel het een en ander aan de hand is. Als we kijken naar het mentale aspect, zien we hier bijvoorbeeld depressie is mogelijk iets wat zou kunnen ontstaan, wat dus geïnterpreteerd is vanuit het microbioom. En dat heeft met meerdere dingen te maken, maar je ziet dus in ieder geval dat er bepaalde bacteriën zijn die mogelijk de hersen-darmas veel te veel activeren of juist te weinig actief zijn, de goede bacteriën die nodig zijn, waardoor dat kan ontstaan. We zien ook een aantal die opvallen in dit blokje, die voedselintoleranties, SIBO, dus dat is een bacteriële overgroei in de dunne darm, dat dit blokje, een dysbiose, lekkende darm, dat dit wel echt iets is wat kan lijken op een verstoring van bijvoorbeeld een nachtdienstmedewerker. Toevallig is dat bij deze ook zo, daarom heb ik hem eruit gehaald. Maar deze persoon had ook te maken met vitamines en mineralen tekorten. Dat merkte hij heel sterk op, heel erg vermoeid. Gewoon echt de dag niet door kunnen komen en 's nachts gewoon als een robot zijn ding doen. Maar je ziet dus dat er heel veel vitamines en mineralen weglekken. Deze persoon had ook een flinke vitamine D-tekort. Dus je ziet dus dat eigenlijk dunne darm en dikke darm allebei te veel onder druk staan. Even zo gezegd, te veel drukte opstaat, waardoor de opname van vitamines en mineralen gewoon minimaal is. Nou, dat kan ook weer een effect hebben op de lever. Dat zien we dus hier, metabole ziektes, een niet-alcoholische leververvetting. Zien we dan mogelijk ook weer vanuit het darmmicrobioom terugkomen. Dus die interactie darm en lever is dan ook weer aanwezig. Dus dit is wel een interessant plaatje vanuit een nachtdienstmedewerker. Kan ook een andere persoon zijn, hè? Maar dit is eventjes een voorbeeld.
Neuroactieve bacteriën is een onderdeel van dit risicoprofiel. Dus dat zijn de bacteriën die het meeste communiceren met jouw hersenen, voor zover we nu weten, die actieve rol hebben in de hersenbreinas. Klinkt dat voor degene, nou ja, Anne die weet, die kent het, want die werkt met de Medivere testen. Maar de neuroactieve bacteriën, wie heeft er wel eens van bifido en lactobacteriën gehoord? Laat maar eens weten in de chat. Het is heel specifiek, hè, dit. Nee. Ja, Iris, ja. Ja. Wel gehoord, maar verder geen idee. Ja. Dus we zitten echt in een niche, hè, ondertussen. Met z'n allen. Maar dit is wel een lekkere puzzel die we kunnen maken met elkaar. En de neuroactieve bacteriën, nou, wel bekend, bifidolacto's, zijn vaak degene die ze in een probiotica stoppen. En de probiotica's, nou, dat is super interessant en kan echt een meerwaarde hebben. Dus zet ik ook wel eens als eerste in. Maar we willen wel dat de voedingsbodem oké is. Wat ik net zei, hè, de tuin op orde maken en zorgen dat we dus vezels binnenkrijgen om uiteindelijk de bacteriën te laten blijven. Dat is wat we willen. En neuroactieve bacteriën specifiek eten bijvoorbeeld gefermenteerde vezels. Kan ook niet iedereen meteen mee omgaan. Dat heeft weer te maken met wat we hier zien, het rood. Dus soms zijn er stapjes nodig om tot uiteindelijk de ultieme oplossing te komen. Maar zo zie je dat die puzzel die je kan gaan leggen wel veel breder wordt en veel meer diepgang krijgt in waarom iemand verstoord is. En als je dan met het visiesmodel, het zes domeinen model, niet ver genoeg komt, is dit weer net eventjes een stap verder. Die bifido- en lactobacteriën, die zien we hier dus laag staan, hè, voor een groot deel. En dat heeft er dus weer mee te maken dat die bacteriën het niet leuk vinden om te blijven in de tuin, in de darmtuin. Dus we willen daar eigenlijk iets mee doen, die willen we aanvullen. En daar zijn meerdere opties voor, maar we willen in ieder geval nu in de visies kijken, wat kunnen we nu actief doen, wat kunnen jullie doen bij de klanten, voordat we allemaal probiotica's en zo gaan slikken. Dus daar hebben we het nu niet over. Wat we ook nog even een belangrijk puntje is voor de onderste twee, zijn de Oscillobacter en de Alistippus. Dat zijn twee bacteriën die ook een interactie hebben met het hoofd. En dan zitten we in het acetaat-propionaat-stukje, wat we net zagen. Dus dat waren die andere twee. Maar die bacteriën, die ondermijnen eigenlijk jouw neurotransmitters, waaronder GABA. Dus die Oscillobacter, die zien we hier in het rood staan. Wat doet die? Die zorgt er eigenlijk voor dat L-tryptofaan niet makkelijk meer zijn werk kan doen. Dus zodra dat geblokkeerd wordt, kan je niet, ook weer niet toe naar het GABA, niet naar serotonine. Dus je ziet dus dat er dan een probleem ontstaat. Dus dat het geblokkeerd wordt en dat we dus niet zen kunnen worden. Het hangt met nog een aantal bacteriën samen, maar dit is een onderdeel daarvan. En als er een paar bacteriën actief zijn, dan kan het zijn dat je heel erg onrustig bent vanuit nature door je microbioom. En dat zie ik ook nog wel eens terug. Dat men gewoon echt een beetje wordt geleefd door het microbioom. En dat je wel actief kan gaan zitten mediteren, maar dat die bacteriën jou dus eigenlijk in de onrust dwingen. Ja. Hebben we iemand in ons hoofd van een klant dat je denkt, ah, ja, die blijft maar onrustig. Die blijft maar in zo'n cirkeltje lopen. Die krijg ik niet rustig. Dus ik heb wel een aantal mensen die ik ook herken in het darmonderzoek, hoor. Nou, wat je zou kunnen doen bij een anamnese, bij uitvragen, om te kijken of iemand een serotonineprobleem heeft, of in ieder geval dat er een relatie zou kunnen zijn. We zagen net al een paar punten, hè, waar serotonine mee samenhangt. Maar hoe gaat het met je slaap? Nou, die vraag als visus-specialist stel je natuurlijk al. Maar nu kan je wat meer interpreteren vanuit serotonine. Dus de neurotransmitters. Nou, slaap je goed in? Hè? Dus vooral dat, het inslapen. Want dat heeft te maken met serotonine en melatonine. En slaap je goed door? Dus heb je daar... Is dat oké? Okay? Gaat dat goed? En merk je een verandering in pijngevoel? Dus daar gevoelige darmen, zenuwpijnen, emotioneel, heb je daar meer moeite mee? Hè, ten opzichte van vroeger, of merk je het op dat dat meer aanwezig is?
Want je zou het in eerste instantie misschien niet koppelen aan een serotonine mogelijk darmprobleem. En hoe is je ontlasting? Hoe is je ontlasting? Hoe is je darmperistaltiek? Want serotonine zorgt er dus voor dat jouw peristaltiek aanwezig blijft. Dus dat je actief een peristaltiek hebt. Dus dat kneden van de darm. Dus daar is serotonine een onderdeel in. We hebben nog eentje die je in kan zetten. En die zijn, dit zijn eigenlijk allemaal voedings, of tenminste vieze tips die we wel kennen, maar dus dat je hem ook actief in kan zetten voor het reguleren van die darm en het microbioom. Nuchter bewegen heeft dus echt wel een actieve reactie op, op de laaggradige ontstekingen in de darm. Dus in positieve zin. Want we vormen dus lactaat en lactoferine door nuchter bewegen. Dat hoeft helemaal niet extreem actief te zijn, hè, maar gewoon even een verhoogde hartslag, wandelen, zorg ervoor dat de klant eigenlijk al een proces op gang brengt. Het stoppen van die laaggradige ontsteking, of in ieder geval verminderen. He, dus verminderen van cytokines, dus ontstekingsstofjes, interleukine 6, 8 en 15 onder andere, zorgen ervoor dat er normaal een activatie is van cytokines. En dat wordt dus ook verlaagd. Dus die darmwand wordt dan ook minder onder druk gezet, waardoor die ook weer beter kan sluiten. He, dus dat we minder lekkende darmen krijgen. Dat is dus wel iets wat ontzettend belangrijk is. En de lactaatvorm is weer heel erg belangrijk voor de neuroactieve microbiota. Dus nuchter beweging heeft effect op deze pijlers. Zijn we er nog bij? Want het is best wel weer een hele kluif, hè? Ik zie jullie gezichtjes, dus zijn we nog actief? Ja? Oké. Okay. Timing van eten heb ik net ook eigenlijk al een beetje benoemd, hè? Maar timing van eten is ook, ik zie dat hier de i is uitgevallen, heeft ook weer te maken met het uitzetten van die laaggradige ontstekingen. Dus we zagen net ook in de klok dat wanneer je eet, dat een effect heeft. En op welk moment eigenlijk de timing het beste is om te eten. Maar hoe vaker we eten, hoe vaker we dus inderdaad het immuunsysteem aanzetten. Dus dat is iets wat we kennen natuurlijk vanuit de visus. Maar ook de darmwand kunnen helen. En of we dus het microbioom wel of niet aanzetten, dat hangt daar ook mee samen. Dus het aanzetten van de darm of het uitzetten van de darm. En bijvoorbeeld verbetering van leptine en ghreline. Dus als we 's avonds laat nog gaan zitten eten, dan zien we dat ook een verstoring van leptine en ghreline, dus eigenlijk je hongerhormonen, dus of je door blijft eten of kan stoppen met eten, even simpel. Misschien ken je ghreline en leptine, maar die hongerprikkel, die is ook beter als we zorgen dat we onze klanten dus in het juiste ritme laten eten. Dus de timing is ook heel erg belangrijk. En we hebben nu een beetje van voor 8 uur stoppen met eten, dat is ongeveer een richtlijn. Sommige mensen vinden dat heel lastig, merk ik op. Ik weet niet of jullie daar ook ervaring mee hebben. Maar je ziet dus dat het belangrijk is om men een grens mee te geven. En wat ik vaak doe met nachtdiensten, als dat lukt, het lukt niet bij iedereen, dat ik zeg 12-12. Dus 12 uur eten en 12 uur nuchter. Omdat ze heel vaak zitten te klojoen met tijden. En zeg gewoon, als het lukt, in de nacht het liefste niet eten. Dat is eigenlijk wat ik het liefste wil. Omdat je 's nachts gewoon, ja, eigenlijk insulineresistent bent. Dus in de nacht ben je insulineresistenter. Dat zagen we ook na 5 uur, zo ongeveer in die klok, dat je die dikke darm weer actief wordt. Dan gaan die organen weer lopen, hè, om voedsel weer te kunnen verteren. En dan zie je dus dat we weer beter om kunnen gaan, voornamelijk met koolhydraten. Dus in de nacht zijn we insulineresistent. Insulineresistentie, nou ja, hangt meer samen met koolhydraten. Dus als het niet lukt, en dat heb ik dus nu met deze onderzoeksgroepen, met mannen, die als ik ze zeg, je mag helemaal niet meer eten 's nachts, dat zeg ik nooit, je mag niks meer, maar
als ik zeg, ja, eet maar niet meer, want ik heb geen één-op-één contact met deze mensen. En dan snappen ze hem niet, merk ik. Dat ze zeggen, ja, dat is veel te ingewikkeld. Dat ga ik niet doen. Misschien een enkeling wel. Maar wat ik nu probeer, is ze in ieder geval koolhydraatarmere maaltijden te laten eten in de nacht. Omdat dat een tussenstap is, die voor deze groep in ieder geval haalbaar is. En dan kan je altijd nog kijken of je zegt, we gaan helemaal 's nachts niet meer eten. Maar dat is een te grote omschakeling. Wie heeft er ook mensen in nachtdiensten zitten, nu qua klanten? Want ja, oké, okay, Claudia ook. Claudia, kan je daar eentje benoemen? Ja, een jonge meid werkt in het ziekenhuis als verpleegkundige. En ja, chronische pijnklachten. Ook een erg gestrest typetje, wat altijd alles goed wil doen. En ja, zij merkt ook zelf op dat de nachtdiensten niet goed voor haar voelen. Dat het heel veel energie kost. Ja. Heeft ook wel licht wat overgewicht. Ja. Ik heb haar nu een tijdje niet meer gezien. Dus ik weet niet hoe het nu gaat. Maar we hadden wel wat aanpassingen gemaakt in de voeding. Samen met mijn collega Ilse. Dus om 's nachts toch proberen zo min mogelijk te eten. En als ze eten, om dat dan maar liever wat eerder in de dienst te doen. Dus einde van de avond en niet midden in de nacht. Ja. En dat leek wel iets te helpen, maar ja, de oplossing is er nog niet. Nee, nou ja, zo zie je dat de puzzel groter is. Maar jullie zijn al wel echt een hele goede stap verder. Dus jullie hebben de maaltijd in ieder geval naar voor de nachtdienst eigenlijk gezet, dus voor 12 uur. Dus nog, ja, zeg maar in de soort van actieve fase. Zo min mogelijk in de nacht. En als ze dan wel iets zou willen eten, dan een aangepaste maaltijd. Ja, sowieso. Kijk, dat van die koolhydraten, dat wisten wij natuurlijk niet. Wij zijn gewoon fysiotherapeuten. Ja, nee, maar dat is helemaal bij deze. Ja, precies. Ja. Dus dat is weer iets wat we in het vervolg mee kunnen nemen. Ja. En waar wij alleen heel erg tegenaan liepen, was van hoe steek je hem dan in als mensen thuiskomen? Ik hoor ook van mensen in nachtdiensten die dan zeggen, ja, dan eet ik nog wat voordat ik naar bed ga. Dus rond 1 uur of 7. Ja. Aan de ene kant zou je denken, ontbijt, wat je net zegt, de darm is meest actief. Mm-hmm. Aan de andere kant gaan ze vervolgens wel naar bed. Ja, klopt. En als je hem op die manier beredeneert, dat wij ook niet voor het slapen gaan moeten eten, omdat het je slaap negatief beïnvloedt. Zeker. Ja, vind ik dat wel een moeilijke. Hoe ga jij daarmee om? Ja, goede vraag. Want dat is waar ik nu eigenlijk ook tegenaan loop. Want nogmaals, ik zit niet 1-op-1 met deze mensen, omdat het een grotere onderzoeksgroep is. Nu eten ze in dit onderzoek, wat ik nu draai, wel iets voor het slapen gaan. En als dat om bijvoorbeeld 7 uur is, dus we tellen nu eigenlijk na 5 uur, dan mag dat wel iets van koolhydraten zijn voor het slapen gaan. En dat is nu even het onderzoek. Maar het liefste, het ultieme zou zijn dat je niet eet en dat je bij wakker worden echt weer gaat eten. En dat zou het allermooiste zijn, alleen heel vaak is dat echt wel een brug te ver. Dus ik probeer dat altijd wel in stapjes aan te pakken. En al helemaal als ik niet 1-op-1 met iemand zit. Dus ja, het liefste zou je 12-12 aan willen houden ongeveer, zodat die darm in ieder geval de tijd heeft om te herstellen. Dus stel dat je voor 12 uur die maaltijd hebt gegeten, of je klant heeft dat gedaan. Nou ja, goed, en hij of zij komt thuis en dan ga je slapen en dan ga je eigenlijk weer met lunchtijd weer eten. Dat zou het allermooiste zijn, maar dan wil je natuurlijk ook wel dat de maaltijden meer fysisch ingericht zijn en minder koolhydraten bevatten. Dus hoe minder koolhydraten, ik zeg niet dat koolhydraten slecht zijn, hè? Zeker niet, maar hoe minder insuline eraan wordt gemaakt, waardoor je ook minder in die pieken en dalen terechtkomt. Dus koolhydraatmaaltijden zijn niet handig om bijvoorbeeld de nacht in te gaan. Dus dan wil je hem wat meer de vieses aanhouden en wat koolhydraatarmer insteken. Zodat je wat stabieler blijft in je maaltijd, in je balans. Nou, Anne die zegt in de chat, banaan voor het slapen gaan doe ik wel regelmatig. Rijk aan tryptofaan. Ja, wel koolhydraten. Nee, dat klopt. Dus
dat is weer iets van, ja, wanneer ga je dat inzetten? Misschien ga je er goed op, hè, Anne? dat je denkt, oh, ja, lekker. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik doe die banaan in de vooravond. Hè, dat je wel die tryptofaan al binnen hebt en dat je dat niet per se direct voor het slapen gaan doet. Want ja, het moet nog wel zijn weg vinden. Dat is net zoals dat je een banaan eet, wat heel veel klanten moeten doen, voor het sporten. En denk, oh, dan heb ik lekker veel energie. Maar een half uur voor het sporten een banaan eten, dat heeft niet zo superveel effect. Maar goed, dat idee, je zou die banaan wel mee kunnen nemen, want hij staat inderdaad ook in de tips. Maar Claudia, voor de anderen is dat een beetje helder. Je zou het stapsgewijs aan kunnen pakken. En je wil wat koolhydraatarmer eten in de nacht. Ook als iemand wel een hapje eet in de nacht, de koolhydraathapjes weglaten en meer de vieses aanhouden. Zoals we het hebben geleerd. Dus koolhydraatarmer insteken. Ja, wat ik toch wel vaak in het ziekenhuis hoor, is dat die voeding in de nacht niet al te best is. Dat zijn snoepjes om wakker te blijven en gebakjes om het maar plezierig te maken. Ja. Dan zou dat natuurlijk niet overal zo zijn of altijd zo zijn, maar dit is wel wat ik terug hoor. Ja, en dat hoor ik ook terug. Dus ook in de grotere groepen zie je inderdaad dit terugkomen. Maar dat heeft ook alles weer te maken met de verstoring die we al hebben. Hè? De tafelpoot die we wegzagen. Het is een stressreactie dat we wakker moeten blijven in het donker. Dat vindt het lichaam niet leuk. Sommige mensen zijn ervoor geboren. Die vinden het fantastisch in de nacht. Maar goed, het is wel iets wat het lichaam, het moet wakker blijven. Waardoor in stress we altijd naar de snelste vorm van energie zoeken. Onbewust. En dat is suiker. Dus in de nacht is een stressprikkel, chronische stressprikkel, en het lichaam zal dan altijd sneller behoefte hebben aan suikers. Dat is met eigenlijk alle stressprikkels zo, die chronisch zijn, zie je dat mensen snel in een emotionele eetbui stappen. Zeggen, oh, ik kan weer niet van de snoep afblijven. Nou, nachtverstoring is ook zoiets. Nou ja, en Anne, bij het vliegen zal je ook merken dat er heel snel, wat ik al zei, een snicker of cola naar binnen gegoten wordt. Want we moeten wakker blijven. Maar als je zorgt dat die maaltijden over de dag beter zijn, of ja, beter ingericht, minder insulinegevoelig, dat je dan ook beter je nacht doorkomt. Want het lichaam gaat natuurlijk anders lopen. Van suikerverbrander naar vetverbrander. Dus dat heeft wel echt een effect. Ja. Maar dat is, ik vind de 12-12, even zeg maar voor de klant ook weer om richtlijnen aan te geven, altijd een fijne. En natuurlijk kunnen 16-8 aanhouden, dat kan. Kan je heel even uitleggen wat je met 12-12 bedoelt? 12 uur 12 eten? Uur. Ja, 12 uur eten, 12 uur niet eten. Maar dat maakt dan niet uit op welk moment van de dag je dat zo inricht? Nee. Of eigenlijk wel. Nou ja, het liefste wil je dus zeg maar voor de nacht, wat je dus al heel mooi hebt gedaan, voor de nacht die laatste maaltijd eten, de nacht niet, slapen, wakker worden en dan rond lunchtijd eigenlijk je ontbijt eten. Dat zou het ultieme zijn, dus dat is 12-12. En dat is voor je klant, merk ik in ieder geval, een makkelijkere houvast. Zo van, oké, dit wel en dat gewoon niet. Punt. En kijk eens even of dat werkt. Of ze daar iets mee kan. En niet dat het niet mag. Want niet mogen is altijd weer iets wat niet positief klinkt. Merk ik altijd vanuit natuurlijk de voeding. Dat men zich gedwongen voelt om dan iets niet te mogen eten. Maar dat, zo is het niet. Maar dat het wel een beetje handvat geeft als ik dit zeg tegen mijn klanten. 12-12. Ja. Vezels, ik heb hem net ook al genoemd, hè? Vezels, vorming van butyraat, acetaat en propionaat, maar vooral de butyraatvormers, de vezeleters eigenlijk. Dus we willen wel vezels binnenkrijgen, maar zoals je net ook in het schemaatje zag, krijgen deze mensen in de nachtdienst heel veel koolhydraatboterhamvezels binnen. Dus dat zou ook iets anders ingestoken mogen worden. Dat probeer ik ook met deze groep. Maar deze groep is best wel zeg maar wat minder flexibel. Het zijn echte mannen, dus die hebben even de tijd nodig om daaraan te wennen. Maar stap voor stap komen ze wel, dus dat gaat goed. Het is voeding. Vezels is voeding dus voor die verzurende flora. En gefermenteerde vezels vinden ze het allerlekkerst.
Dus vroeger hadden wij veel meer fermentatie in onze voeding. Tegenwoordig is dat veel meer weer in trend om dat te introduceren of zelfs thuis te maken. Maar gefermenteerd kan dus zuurkool zijn, als voorbeeld, hè? Of kimchi. Weet je, dat zijn allemaal voorbeelden van gefermenteerde vezels. Dus meer vezels dan vezels uit granen. Ook graanvezels kunnen een voordeel hebben, niet voor iedereen. Maar pseudogranen hebben we ook. Hè. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld een quinoa, want dat is een zaad. Maar dat scharen we een beetje onder pseudogranen, zoals we het noemen. Dus ook voor butyraatvorming hoeven we niet helemaal ketogeen te eten. Want het is ook wel weer waardevol om vezels te eten. Uit wat meer koolhydraat vormen voor ons microbioom. Maar goed, dan gaan we weer verder de diepte in. Maar dat is wel belangrijk. Nou, hier hebben we dan de tryptofaan en de GABA. Dat kunnen we ook deels eten. En soms komt dat natuurlijk echt tekort. Je zou het ook aan kunnen vullen met suppletie. Maar in de eerste fase is tryptofaan dus ook, nou, daar hebben we hem, al een banaan, is dus een vorm waar wat tryptofaan in zit. En we zien dus wat bruin rijst, nou, zonnebloempitten, sesamzaad. Zijn nog wel een aantal opties, maar in ieder geval tryptofaan. Dat zit in banaan, dat klopt. Maar dan moeten we niet allemaal massaal alleen maar aan de banaan gaan. Ook naar de andere vieze spijders kijken als iemand niet goed slaapt. Maar dat is wel een belangrijke. Ik heb toevallig een klant nu gezet op 5-HTP. En zij gaat daar heel erg goed op. En heeft dat eventjes nodig in die eerste stap. Om vervolgens uiteindelijk zelf de rust terug te krijgen. Ik sprak er van de week nog. Rust terug te krijgen om dan uiteindelijk zelf met de vieze spijders weer beter te gaan slapen. Ze ademt onrustig, ze doet te veel, ze is alleen maar met externe prikkels bezig. Nou, daar heb je ze. Dus natuurlijk is tryptofaan aanvullen een onderdeel, maar de andere vieze spijlers zijn ook zoveel belangrijker. De basis is uit balans. En dan is dit een toevoeging, dat je met voeding die tryptofaan aan kan vullen. Helder? En GABA, nou, groene groentes, noten, zaden, banaan. We moeten met z'n allen aan de banaan. En dan het liefst de groene banaan. Want de groene banaan heeft weer resistente zetmelen. Voor degene die niet weet wat het is. Dat zijn dus eigenlijk zetmelen die wat resistenter zijn. En wat meer voeding worden voor het microbioom. Dus dat is ook een interessante. Want een hele rijpe banaan zal je merken dat dat ook veel sneller insulinepiekjes kan geven. Ik zie dat heel duidelijk ook bij mensen met diabetes type 2 terugkomen. Dus dat is leuk als je dat kan meten. Maar dan heb je een groene banaan. Daar krijgen mensen met diabetes type 2 ook minder pieken van over het algemeen. En dat heeft daarmee te maken. Het is voeding voor het microbioom als het resistent zetmeel wordt. Nou, een beetje diepgang. Omega 3. Omega 3, ook wel bekend hè, vanuit het zes domeinen stuk. Ja, vanuit de jaaropleiding wordt het natuurlijk ook genoemd als een belangrijk onderdeel. Ik zie dus in de voedingsschema's terugkomen dat er echt ontzettend weinig vis wordt gegeten. Ik vind het niet lekker, gewoon niet bewust actief er iets mee doen. Maar het is wel ontzettend belangrijk als je kijkt naar de regulatie van ontstekingen, het nadenkwerk. Dus ook heel veel onderzoeken die te vinden zijn over depressiviteit en meer rust creëren in het hoofd door omega-3. Of in ieder geval de EPA en de DHA die we dan binnenkrijgen. Nou, er is natuurlijk veel te doen rondom vis. Die vraag krijg ik heel vaak van ja, maar de wereld en slecht voor de wereld, snap ik. Ethische aspect daarvan. Ja, precies, Joke, vegetarisch eten. Dan hebben we dus algeolie. Dus als je ervoor kiest om helemaal vegetarisch te gaan, of veganistisch, ik heb ook veganistische klanten, ja, dan zal je het op een andere manier in willen vullen. En dan kom je bij algen uit. Dus die kan je eten, maar het mooiste is om ze te suppleren, omdat dan de dosering gewoon hoger is. Want heel veel mensen, heel eerlijk, eten niet superveel algen. En zitten daar ook niet echt op te wachten. Dus suppleren is dan de beste optie. Ik laat zo ook even zien welke ik gebruik. En we willen daartegenover minder omega-6 rijk eten. Oh, ik zie dat die nu er niet onder staat. Chantal, ja. Die algen, dat is wat anders als gewoon omega-3, toch?
Ja, uiteindelijk komt het dan op hetzelfde neer. Maar je hebt vis omega-3 en je hebt dan algen omega-3. Maar het is eigenlijk vis, EPA en DHA. En dan heb je algen, EPA en DHA. Het werkt iets anders. Maar even plat gezegd, kan je als je vegetarisch-veganistisch bent, algen gebruiken? Zeker. Maar nummer 1 is altijd vis. Omdat dat iets kloppender is bij ons lichaam, bij ons DNA. Maar ik snap het zeker, vanuit ethische overwegingen heb ik altijd de keuze voor algen. Ja. Oké, maar het is dus niet zo, als je veel vis eet, dat je dan ook nog algen moet supplementeren? Nee, dat niet. Je kan altijd kijken naar van, hey, gaan de ontstekingen niet weg? Is één keertje in de week vis eten, is dat voldoende? Of wil je dus inderdaad nog wat toevoer hebben? Want bijvoorbeeld bij nachtdiensten of bij een chronische stressprikkel geeft dat natuurlijk ook weer dat het lichaam meer opmaakt. Dus zowel vitamines als mineralen, maar ook de vetzuren. De EPA en DHA die meer wordt opgemaakt. Dus het kan zijn dat soms supplementeren gewoon nog eventjes een extra steuntje in de rug geeft. Ja, want het standaardadvies in Nederland, hè, als diëtiste, is dan 2 keer in de week vis eten. Dat is een beetje 1 keer vette vis. En dat is altijd een beetje de zoektocht van hoeveel is dan nodig? Want we hebben chronisch gewoon heel vaak een stressreactie in het lichaam. Over het algemeen, hè, bij onze klanten. Ik heb eens een keer zo'n omega-3-6 bloedtest gedaan. Oh, ja, ja. En ik had daarvoor echt, denk ik, al wel 4-5 keer per week vis. Weet je, tonijn in de salade, dat soort dingen. Ja. En ze zei ook van zoveel mensen zijn gewoon uit balans. Zelfs diëtisten, zei die net gewoon volgens de schijf van 5 eten. Mm-hmm. Moet ik het even over de algemeen diëtisten zeggen. Ja. Die dan toch nog tekort zitten. Dus ja, weet je, ik denk wel dat 1 keer of 2 keer per week vis eten eigenlijk gewoon niet voldoende is in de maatschappij waar we nu in leven. Ja, dat is het vooral, hè. Dus precies wat je zegt, dat het dus mogelijk wel voldoende zou kunnen zijn, maar we doen te veel. We hebben te veel stressprikkels bij onze klanten over het algemeen. Zie je gewoon dat er een probleem is. Als ik mensen met diabetes type 2 heb, met hart- en vaatproblematieken, verder gevorderd, ja, dan is er chronisch gewoon echt een tekort. Want er moet meer bij dan 1 keer in de week vis eten. Want ze hebben niet allemaal, hè, nu plaats ik het zeg maar allemaal even onder 1 paraplu, maar zie ik vaak, ja, ik heb mijn hele leven al geen vis gegeten, want ik vond het niet lekker. En dan gaan ze nu 1 keer in de week vis eten, mondjesmaat, ja, dat dekt gewoon niet de lading. Dus ja, soms is suppleren gewoon echt wel eventjes handig. Mm-hmm. En bij vegetarisch-veganistisch is er gewoon ook een optie. Ja, nou, dat is daarnaast echt wel belangrijk om de omega-3-rijke voeding aan te vullen. Maar ook de omega-6-rijke voeding te minderen. Denk bijvoorbeeld aan, ik vind het fantastisch, ik vind het heerlijk, pindakaas. Is natuurlijk iets wat we riant eten. Want ja, dat is zo goed. Maar het is bijvoorbeeld heel omega-6-rijk. Dus er zijn meerdere dingen die omega-6-rijk zijn. En om even de diepte op te zoeken, Joke, vegetarisch eten kan zeker heel goed. Als je het op de juiste manier doet. Maar als we daar voor in de plaats heel veel omega-6-rijke producten gaan eten, ja, dan gaat je balans dus alle kanten op. En dat zie ik dus heel vaak ook in de omega-3-6 testen. Die bloedtesten inderdaad, die ik ook doe. Ja, dus dat er te veel bijvoorbeeld burgers zijn of smeerboters die dan nagemaakt zijn van de echte boter naar een plantaardige variant met heel veel omega-6-rijke plantaardige oliesoorten. Hè, waardoor dan die balans helemaal zoek raakt. En dat is dan ook weer niet de juiste keuze. Dus ja, dus het is belangrijk om in ieder geval de balans te houden tussen deze twee. En dat is ook voor de darm een hele belangrijke om te doen. En dus uiteindelijk ook voor het microbioom. Want daardoor wordt de tuin ook weer beter. Waardoor die beestjes ook langer en beter kunnen blijven plakken. In de tuin, in de darmtuin. En nogmaals eventjes dat overzichtje. Ik vind het altijd leuk om te zien met grotere groepen.
er zit nog een heel rijtje onder, maar wat mensen doen, wat dan normaal is, hè? En tijdens nachtdiensten. Nou, dit is veel brood, veel weinig vis, veel broodvezels. En dan denk je, ja, hier mag wel, eventjes op dit oog, wel wat aan toegevoegd worden. Nou, vezeltoevoer en dus inderdaad omega-3, omega-6 verminderen. Dat zijn allemaal een beetje basistips, maar die geef ik ook wel aan deze mensen mee. En dan probeer ik er een beetje in te fietsen, want ik zie ze dus in deze groep in ieder geval niet één op één. Maar goed, dus dit is wel interessant om te zien. Hè? Ze eten natuurlijk tussendoor vaker. Dat is helemaal niet erg, want dat mag nu eventjes in dit onderzoek. Maar je zou eigenlijk wat minder vaak natuurlijk willen eten. Hè? Timing van maaltijden. En daar ben ik nu mee aan het puzzelen en aan het stoeien. Ja, brood. En wat alcohol nog per week. Dus ik vond dit ook wel... ja, dat is altijd interessant om te checken. Alcohol heeft natuurlijk ook weer een effect op de darm. Nou goed, even als voorbeeld. Als je dan kijkt naar supplementen, dus we hebben natuurlijk vanuit de voeding kunnen we heel veel doen. En vanuit suppletie, aanvulling, vind ik dus inderdaad de vetzuren eigenlijk altijd nummer één. Omdat dat natuurlijk zeker bij nachtdiensten een regulatie geeft van minder ontstekingen. Dus die darmwand die wordt beter gevoed. En die darm beter gevoed en beter gereguleerd zorgt ook weer voor minder ontstekingsreacties. Dus minder, en dat is hier de darmwand, hè, want die kennen jullie nu onderhand wel. De darmwand die goed tegen elkaar aan moet staan, dat die goed moet plakken. Er zijn natuurlijk heel veel andere stofjes die daarbij nodig zijn. Het microbioom die daar bovenop zit, die eigenlijk een extra verdedigingslaag geeft. Maar we willen eigenlijk zorgen dat het immuunsysteem niet zo overactief wordt. He, dus dat ik eigenlijk iedere keer weer rustig in de barakken terug kan trekken. En niet dat hij de hele tijd aan moet staan met cytokine reacties en dat soort zaken. Dus uiteindelijk kunnen we kiezen voor visolie of algeolie. Zelf werk ik met Ecology. Ik werk ook met andere supplementen, absoluut. Want ik puzzel altijd van alles wat nodig is. Maar als ik kijk naar mijn basissuppletie op visolievlak, wou ik gewoon kiezen voor een van de betere visolies die we op de wereld kunnen krijgen. Uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen. Omdat ik anders de hele tijd blijf schuiven tussen verschillende merken qua visolie. En daar pas ik voor. Dus nu is het eigenlijk altijd Ecology vloeibaar. En dat geldt ook voor de algeolie, is ook vloeibaar. Niet in capsulevorm, want de dosering is veel beter en het is veel zuiverder. Dat is even het belangrijkste ervan. De bloedtesten doe ik hier ook bij, als dat de vraag is ook van de klant. Dus als we dat willen checken, dan vaak bij vegetariërs, is dat bijvoorbeeld iets wat ik super interessant vind om te checken. Dus zo'n bloedonderzoek kan dan gepaard gaan met omega-3. Nou, dan hebben we dus die vloeibare vorm, ook de algeolie, die bestaat dus ook. En dat wordt dus uit algen getrokken. Is wel een heel proces, is wel een duurder proces. Dus als iemand dat wil, dat kan, zeker. Maar het is een andere manier van produceren. Even kijken hoor, ja. Maar het belangrijkste, dat wat Claudia net ook zei, die omega-3 testen, die vind ik al heel erg interessant om in te zetten. En dat is ook iets wat je denk ik als fysiospecialist, want ik heb een aantal fysiospecialisten die bij mij in het team zitten, want het is een netwerk supplement. En zij werken hier ook mee als in een pakketvorm. Dus uiteindelijk ben je fysiospecialist en doe je dit erbij eigenlijk in je pakket, waardoor je pakket gewoon een begin en een eind kan hebben. Met zo'n onderzoek. Vinden mensen super interessant. Net zoals die darmonderzoeken. Je ziet echt wat gebeurt er intern bij mij. Dus ik vind hem heel erg leuk om die als fysiospecialist erbij te pakken. Daarnaast belangrijk om vitamine D, 3 en K2 aan te vullen. En dat heeft ook weer alles te maken met de nachtdiensten die er worden gedraaid. Hè? Want we hebben het nog steeds over de nachtdiensten. Of in ieder geval verstoord slaapritme. Je krijgt gewoon te weinig zonlicht binnen. En ik zie in ieder geval heel vaak te weinig vitamine D aanmaak. Mensen raken vermoeid en heel logisch.
Het is ook WHO, dus Wereldgezondheidsorganisatie. Technisch wordt het ook gewoon echt genoemd, hè, als iets van we hebben vitamine D nodig in de winter. Maar mensen in nachtdiensten, vooral, nou ja, niet altijd, maar wat oudere mensen die al heel lang hiermee bezig zijn, zie ik altijd met een tekort aan vitamine D3. Dus ik weet niet, degene die in nachtdiensten werken, heb je je vitamine D wel eens getest? Dus Anne... Ik test hem regelmatig, ja. Kijk, hoe is die bij jou? Ja, nu goed, maar ik suppleer ook zeker. Ja, okay. En het voordeel van stewardess zijn is, ja, soms kom je ook wel weer op bestemmingen waar je wel goed vitamine D op doet. En dat heb je dan weer, ja, over het algemeen, merendeels van het jaar in Nederland weer niet. Nee. Dus het hangt er een beetje vanaf waar ik naartoe vlieg of ik het vitamine D flesje meeneem eigenlijk. Ja, nou ja, goed, jij denkt er goed over na, dus dat is top. Kijk, dat is natuurlijk iets wat niet iedereen door heeft. Dus bij je klanten, bij nachtdiensten, denk hier altijd goed over na. Want het is echt iets wat vaker tekort is. En het zorgt dus ook weer voor een verbetering van je immuunsysteem. Hè? En darmwandregulatie. Rondom COVID, we hebben er genoeg over gehoord. Maar het heeft echt een invloed. Dus een hogere vitamine D-waarde is zeker heel erg belangrijk om te doen. Wat ik zelf fijn vind, energieverbetering zei ik al, hè, maar wat ik zelf prettig vind is, ook van Ecology gebruik ik deze, omdat daar ook een test bij kan. Dus soms zet ik ook Vitakruid in, hè, want Anne, daar ben jij misschien bekend mee. Ja, ook helemaal prima, zeker. En ik vind het fijne, omdat soms willen mensen niet naar de huisarts. En dan bied ik ze deze test aan. Dus dat is makkelijk, kan je zelf doen. Het zijn gewoon vingerprikken, dus niet ingewikkeld. Maar zo heb je een goede indicatie. En hoef je niet eerst naar de huisarts en naar een bloedpunt om bloed te laten prikken. Maar kan je dit geheel zelf thuis doen of in je praktijk afnemen. Dus dat doe ik natuurlijk nu niet meer. Nu verzend ik hem naar, wordt het verzonden naar het huis van de klant. Maar dat is in ieder geval waarom ik dit fijn vind. Zodat we ook echt kunnen kijken, hoe laag is jouw waarde? En dan heb ik meteen zelf directe data in huis. Dus dat vind ik het mooie eraan, dat we een test erbij kunnen doen. En daarbij ook belangrijk bij nachtdiensten, wat we net zagen, het probleem in de verstoring van vitamines en mineralenopname. Nou, je kan kiezen natuurlijk voor een ander goed merk. Absoluut, Vitakruid, Bonusan zijn allemaal verschillende merken, in ieder geval van multivitamines. Ik zeg niet dat we dat allemaal maar bij iedere klant moeten geven, zeker niet. Maar bij nachtdienstmedewerkers met alleen maar brood eten, in mijn onderzoek in ieder geval, is het toch wel handig om eens te kijken of we niet wat extra aanvulling nodig hebben. En in dit geval de Nordic Energy Booster kan je inzetten vanwege een hoger jodiumgehalte. Want mijn advies is vaak minder granen, een iets koolhydraatarmer. Waardoor we ook wat minder brood gaan eten, waardoor we minder jodium binnenkrijgen. Jodium ook weer belangrijk voor de schildklier. Dus dat is een belangrijk onderdeel, in ieder geval in de aanvulling. Maar nogmaals, je kan ook kiezen voor een andere multivitamine. Er zijn er heel veel als je maar niet voor een kruidvat gaat. Dus dat is belangrijk. Dus de opname en de reden waarom je iets kiest is dan belangrijk bij een multi. Want er zijn er ontzettend veel. We willen dus... Oh, ik zie dat dit niet helemaal lekker is gegaan door Drive. De aanvoer van die cofactoren. Dus we zien dus dat de darm vanuit de dunne darm en de dikke darm aanvulling nodig heeft mogelijk, omdat er dus door de chronische stress van een nachtdienst tekorten kunnen ontstaan. Nou, en vice versa. Dus uiteindelijk vullen we het aan, omdat het lichaam chronisch onder druk staat. Die tafelpoot is afgezaagd. Dus vaak moeten we wel wat extra aanvullen, omdat er gewoon te veel wordt gevraagd van het leven. We kunnen dus kiezen, als je dat wil, voor een darmontlastingsonderzoek. Als je echt denkt, nou, ik kom er echt niet uit. Nou, dan is dat mooi. Kan je dat natuurlijk leren volgend jaar in level 1. Van hoe interpreteren we dat? Nou, mocht je tussendoor zoiets willen doen en vragen daarover hebben, kan je altijd bij mij natuurlijk terecht. Maar weet dat als je echt een klant hebt waar je dus niet helemaal lekker mee uitkomt, zijn dit dingen die mogelijk zijn. En zowel
de darm onderzoeken, als bijvoorbeeld allergieonderzoeken zijn mogelijk. Er is gewoon ontzettend veel waarmee je de diepte in kan gaan. Nou, poeh. Hartstikke mooi allemaal. Maar nogmaals, wil je daar zelf echt mee verder, dan zitten we volgend jaar, begin maart, dus in level 1. En kunnen we dus door naar level 2 en level 3. Mocht je zoiets hebben van, oké, level 1 ken ik al, bijvoorbeeld in dit geval dan Anne, denk je, dat heb ik nou al eens gedaan, ik heb zo'n onderzoek al eens gedaan, dan kan je ook zeggen, ik stroom in level 2 of in level 3. Dat kan ook allemaal, geen probleem. Maar we starten in ieder geval begin maart. De data staan op de pagina met level 1. En je kan alles online nog een week terugzien. Dus start je hem en je kan er bijvoorbeeld je kan hem nog een keertje terugkijken, omdat je er per ongeluk tussenuit moet of er gebeurt iets. Je hebt altijd de mogelijkheid om nog een keer alles door te kijken en de opnames in ieder geval een week terug te zien. We zien dus in level 2 en 3, staan ook op de pagina van Fysis, zien we dus wat we bespreken. Level 2 is dus echt meer diepgang met toffe informatie over darmgerelateerde klachten. Dus PDS, chronische ontstekingen, SIBO, wat is dat nou eigenlijk? Nog veel te onbekend in Nederland, echt waar. Met veel mensen die dat hebben, want 80% van de PDS-klanten hebben eigenlijk wel een SIBO-vorm of een SIVO. Dat zijn allemaal vormen die echt nog veel te veel onderbelicht zijn. Level 3 is echt meer het mentale aspect, dus mentale gesteldheid. En ook super interessant. We hebben nu wat meer de serotonine-GABA-reacties gezien, maar de darm-breinas gaan we daar gewoon veel meer uitlichten. Dus mocht je interesse in hebben, dan kan je natuurlijk altijd naar Fysis contacten. Dus eventjes vragen aan Timo of aan Janneke hoe of wat de insteek van de trainingen, van de cursussen. Die ga ik natuurlijk vormgeven. En dus als je daar vragen over hebt, dan kan je altijd bij mij terecht. Dus vraag raak. Misschien heb je nu al vragen erover. Dat je denkt, daar wil ik me wel voor inschrijven. Dat kan. Maar anders vind je alle informatie op de pagina. Nou, heb je dus een vraag voor mij? Dit is mijn e-mailadres. Dus voor degene die terugkijken. Chantal@basislifestyle.nl. Daar kan je me op mailen. En heb je dus echt interne vragen van Fysis Academy, dan weet je natuurlijk die ook te vinden. Voor nu hebben jullie nog extra vragen over na deze presentatie. We hebben tussendoor natuurlijk al wat vragen doorgenomen. Superleuk. Vind ik echt het leuke aan een kleine groepje. Dat we wat meer interactie hebben. Zijn er nog dingen die onduidelijk zijn? Mag ook in de chat. Nee, ik zie niks voorbij komen. Ik zie een aantal gezichten nog en een aantal niet. Jo, er zijn nog een aantal merken waar ik een goed gevoel bij heb qua supplementen. Nou, laat duidelijk zijn dat de basis altijd ligt in de voeding. Hè? Dus dat is altijd nummer 1. En als diëtiste, ik noem nu deze opties ook, omdat dat een aanvulling kan zijn. Maar voeding is nummer 1. Als aanvulling heb ik dus of, ecology bij sommige dingen, maar ook niet bij alles. Vitakruid, Bonusan. Ik heb hier toevallig Bonusan staan. Maar dat vind ik wel hele fijne. En dan zijn er echt nog zoveel merken die ik specifiek met één dingetje eruit pak. Hè, die echt specifiek een bepaald supplement hebben. Maar in de breedste vorm zijn Vitakruid en Bonusan en Ecology, in ieder geval voor visolie, wel interessante om te volgen. Ja, dus er zijn heel veel merken nog, maar dan wordt het echt heel erg specifiek op één soort dingetje wat zij aanbieden. Doe ik ook veel mee. Maar Joke, ik weet niet of jij zelf supplementen al gebruikt of inzet. Of je er al iets mee doet. Ja. Nee. Ja, al jaren. Oké. En heb jij een specifiek supplement waar je heel erg blij van wordt? Nee, geen. Oké.
Nee, dus het is, voor sommige dingen vind ik het fijn om een aantal opties gewoon altijd te hebben. En dat heeft meer te maken met de darmklachten die ik tegenkom. Dat je weet dat die gewoon fijn werken. Ja, Lambert, ja, zeker. Absoluut. Ja, Ortica, Solgar, ook heel goed. Kan je ook makkelijker krijgen bij de drogisten. Dus dat Lambert zet ik inderdaad specifiek bij sommige dingetjes ook in. Maar ook hele goede merken, absoluut. Ja hoor. Nou, als er nog vragen zijn achteraf, laat het weten. Super tof als jullie natuurlijk in zouden stromen, ook voor degenen die terugkijken, in de levels die ik ga geven. Nogmaals, level 1 start dus begin maart. En daar, daar gaan we gewoon lekker aan de slag online met onze eigen ontlastingsonderzoek. Je hoeft er niet zelf in te roeren. Dat wordt allemaal in het laboratorium gedaan. Maar dat wijst zich vanzelf als je inschrijft hoe dat verder verloopt. En tof dat jullie er waren. Ik vond het leuk. Dankjewel voor de interactie en voor de vragen. En Maarten, graag gedaan. Ik vond het weer waardevol. Ja, Iris, leuk dat je er ook was. Tof. En ik ga jullie mogelijk nog wel in het echt zien. Ik ben eind van het jaar ben ik ook nog bij Fitfair. Dus dan zal ik er wel live bij zijn. Dus dat, als dat doorgaat, natuurlijk in Utrecht. Dus wie weet zien we elkaar daar. En dan wens ik jullie voor nu een hele fijne dag. Leuk om te zien. Ja, het komt helemaal goed hier in Zwitserland. Ik ga lekker een rondje wandelen. Even zonlicht opdoen. Dus voor jullie ook. Geniet van jullie dag. En tot de volgende keer. Doei doei!